We zijn hier in de Krook in Gent bijeen voor een debat over de toekomst van de intensieve veehouderij in Vlaanderen. Het is een beetje een vreemde setting. We zitten in het mooie gebouw van de Gentse bibliotheek met 6 mensen op een podium. Er zijn heel veel mensen thuis aan het meevolgen, dus dat is hoe dat gaat hè, deze dagen. Wij hopen dat jullie massaal inloggen. Ja, we gaan hier debatteren vanavond 2 uur lang over de toekomst van de veehouderij in Vlaanderen. Heeft de intensieve veehouderij in Vlaanderen nog een toekomst? Dat is een vraag die ontzettend veel meningen en emoties losweekt. Het is een pertinente vraag ook, waar we niet simpelweg met ja of met nee op kunnen antwoorden. Het thema is complex. Het rafelt uiteen in verschillende aan elkaar gelinkte onderwerpen. Als we hierover discussiëren, moeten we het straks sowieso hebben, denk ik, over het verdienmodel voor de boeren. Hoe kan een boer met het kweken van dieren op een faire manier de kost verdienen, zonder vast te lopen in een eindeloze schuldenspiraal? Is schaalvergroting de optie? Is dat de oplossing? Is dat de enige weg vooruit? En hoe passen groeiende veeteeltbedrijven in de beperkte ruimte die we in Vlaanderen hebben? Want... dat is ook een realiteit. Vlaanderen is een van de meest volgebouwde landen ter wereld, maar heeft tegelijk ook zowat de hoogste veeconcentratie van Europa. Vallen die twee nog te rijmen? Wat met de overlast voor milieu en voor omwonenden? In Nederland bijvoorbeeld, dat weten jullie misschien of niet, zit het land al bijna 2 jaar op slot door een grote stikstofcrisis, waar de intensieve landbouw in grote mate aan bijdraagt. Dat probleem hebben wij ook. Alleen zijn we er ons iets minder van bewust op dit moment. En er is ook het klimaat. Hè? Hoe past intensieve veehouderij binnen de strijd tegen de klimaatverandering? Is het een oorzaak ervan of is het net een oplossing voor het klimaatprobleem? Heeft het zin dat we in Vlaanderen op grote schaal dieren kweken voor de export? Wat betekent dat voor het welzijn van die dieren zelf? Zijn ze in de intensieve veehouderij gezonder? Of moeten we ervan uitgaan dat dieren in kleinere extensieve bedrijven dan weer gelukkiger zijn? Er is het risico op zoonoses. Is er een kans dat ziektes overspringen van dieren op mensen in een regio, zoals de onze, waar mensen en vee dicht bij elkaar leven? Of kunnen we dat gevaar indijken met alle kennis en technieken die wij hier in Vlaanderen ondertussen hebben? En hoe tenslotte rijmt het intensieve exportmodel met het idee dat we minder vlees zullen moeten eten en dat we misschien ook beter mikken op korte ketens? Op wereldschaal lijkt de explosieve groei van de veeteelt en de teelt van gewassen voor dieren niet zo lang houdbaar. Wat zijn de repercussies daarvan voor Vlaanderen? En is de afbouw van de veestapel nodig en bespreekbaar? Heel veel thema's. Ze zullen hopelijk allemaal een beetje aan bod komen. En door een debat hierover te organiseren, heeft de Gentse Universiteit, de Faculteit Diergeneeskunde, alvast de knuppel in het hoenderhok gegooid. We gaan hierover debatteren met 5 experts. Eerst even een mededeling ook. Laurens de Meijer van de Bond Beter Leefmilieu, die is helaas afwezig wegens ziekte. Maar we hebben helemaal op de valreep een vervanger gevonden. Dat is Jos Ramakers van Natuurpunt. Jos is sinds oktober 2020 diensthoofd beleid bij Natuurpunt. Hij was voorheen 11 jaar coördinator bij de regionale tak uit Limburg. Dus Jos komt vanavond helemaal uit Limburg naar Gent. Hij spitste zich daartoe op het behoud van open ruimte. Onder het adagium kies Limburg voor groen of grijs probeerde Natuurpunt in Limburg het beleid te prikkelen voor de positieve keuze om een groene provincie te zijn en probeerde het projecten te voorkomen die die open ruimte bedreigen. Dus we zullen zien wat Jos dan vindt over de opkomst van veeteeltbedrijven in Vlaanderen. Stef Aerts, tweede daar van links van mij, is docent in de bacheloropleiding Agro en Biotechnologie van de Odisee Hogeschool, waar hij ook het opleidingshoofd is. Hij doceert voornamelijk vakken rond landbouw en dierethiek en proefdierkunde. Zijn onderzoek richt zich op thema's op het snijvlak tussen diergebruik, ethiek en samenleving. Hij is lid van diverse ethische commissies in de sector van de Vlaamse Proefdiercommissie en is bestuurder bij de European Society for Agriculture and Food Ethics. Een hele mondvol. Dan hebben we Jeroen Buyssen, rechts van mij, is als hoofddocent werkzaam aan de faculteit van de bio-ingenieurswetenschappen van de UGent ook, verantwoordelijk voor het onderzoek naar landbouw en milieubeleidsanalyse. Jeroen is actief in het veld van de economische onderzoeksmethoden, besluitvormingssystemen in de milieuwetenschappen, landbouwbeleid en landbouweconomie. Zijn onderzoeksteam Moderna spitst zich voornamelijk toe op het modelleren en optimaliseren van beslissingen op vlak van milieu, grondstoffen, natuur en landbouw. Dus Jeroen is ook goed thuis in beleid en in economie vanuit de bio-ingenieurswetenschappen, heb ik de indruk. We hebben nog een Jeroen, Jeroen de Wulf. Die is hoogleraar veterinaire epidemiologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Deze faculteit dus. Zijn voornaamste thema's zijn enerzijds gerelateerd aan de preventie van endemische en epidemische dierziekten met de focus op bioveiligheid. Anderzijds diergerelateerde aspecten die een invloed kunnen hebben op de volksgezondheid, zoals antibioticumgebruik en resistentie en zoonotische aandoeningen bij dieren. Dus de gezondheid van dieren, dat thema, daar kunnen we bij Jeroen ook voor terecht. Hij is eveneens lid van het wetenschappelijk comité van het FAVV en voorzitter van de AMCRA. En dan hebben we Joris Relaas tot slotte. Die is leidend ambtenaar van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek, het ILVO, van de Vlaamse overheid. Is ook gastdocent Europees landbouwbeleid aan de KU Leuven en is voorzitter van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis. Voilà, dan hebben jullie een idee wie de panelleden zijn. Ik richt mij even naar de mensen thuis. Dit thema leeft heel sterk, hè, en dat blijkt ook aan uit de grote interesse voor het debat. Daarnet hoorde ik dat er ondertussen ongeveer 700 mensen zijn geregistreerd, 700 mensen geïnteresseerd om deel te nemen. U volgt in grote getalen het debat online mee. U bent een divers publiek, hoor ik, van studenten en docenten dierengeneeskunde en bio-ingenieurswetenschappen tot landbouwers uiteraard, medewerkers van overheidsdiensten. Ik hoorde ook mensen uit de farma- en de voedingsindustrie, de milieubeweging, het middenveld of gewoon geïnteresseerde burgers. Het is belangrijk dat u er bent, want de bedoeling is dat het ook een interactief debat wordt, hè. We gaan ook de kijker thuis betrekken in dit gesprek. We delen het debat op in blokjes van telkens een kwartier, ongeveer een kwartier 20 minuten. En elk subthema wordt ingeleid door een stelling. Een stelling, soms provocerend een beetje, waarover u thuis kan stemmen. Dat stemmen, dat gebeurt via een systeem dat heet Wooclap. U ziet dat nu op het scherm. Dus wat is Wooclap? Dat is iets heel gebruiksvriendelijk, heel simpel. U kan daarop registreren, daarop inloggen. U kan dat eigenlijk nu al doen. Het ideale is eigenlijk als u dat met een tweede scherm doet, bijvoorbeeld van een gsm of van een iPad of zo. En dan kan je de code scannen, de QR-code. Een andere manier is om via de link in te loggen. Die link verschijnt normaal gezien ook zo meteen in de chat. Dus die zou u daar ook kunnen zien. Maar dus, u kan van scherm wisselen thuis, dus het debat meevolgen op uw scherm en dan op een ander scherm op uw computer stemmen. Maar iets handiger nog is als u dat stemmen doet via de gsm. Als u dus gewoon de code scant. Dat stemmen doen we telkens in het begin. Dan zien we meteen ook wat jullie thuis vinden van een bepaalde stelling. Kunnen we gebruiken in het debat. Daarnaast, zoals ik al zei, is er dus ook een chat. Jullie kunnen als publiek vragen stellen tijdens het debat, het hele debat door. Die zullen anoniem aan mij worden doorgespeeld. Er zijn 2 mensen van de faculteit die de vragen bekijken en bundelen en doorsturen. De relevante, interessante vragen zullen worden doorgegeven. Daarbij willen we u vragen om het kort en bondig te houden, om de vragen heel duidelijk te stellen. Dus geen meningen meegeven. Het moeten wel duidelijke vragen zijn voor het panel. We proberen ze mee te nemen, hè. We kunnen niks beloven, maar we doen ons best. Dan nog praktisch goed om weten is dat het debat wordt opgenomen. U kan dus later thuis nog eens herbekijken. De chat wordt niet opgenomen, hè. Ook belangrijk, want dat blijft dus echt anoniem. En dan nog even, dat is ook wel duidelijk waarschijnlijk, als deelnemer moet u uw microfoon en uw camera uitzetten. Goed. Dan kunnen we bijna beginnen. We zullen, voor we met de stellingen van start gaan met de panelleden, eerst even testen. We zullen de Wooclap testen met een oefenvraag. Een vraag voor het publiek. Wij zouden graag weten wat uw achtergrond is. Dus het is interessant als u even kan inloggen op die Wooclap en eens proberen met uw gsm met een tablet of op de computer te stemmen, zodat wij weten of het werkt, of dit lukt. En dan hebben we een idee wie de mensen zijn die meevolgen. Dus u kan dat thuis ook zien. Een groot deel, de helft ongeveer, zie je, een kleine helft, is student. Dat is interessant. Dan zijn er toch een aantal dierenartsen, veehouders, onderzoekers ook, 13% zie ik. En een goed kwart is nog iets anders. Zit in de privésector of is dus een geïnteresseerde burger. Oké, goed. Ik weet niet of het aantal nog... Ja, ik zie dat nog mensen aan het proberen zijn. Misschien moeten we nog een heel klein beetje... Ja, ondertussen... zie ik dat er al 400 mensen van de 700 geregistreerden zijn ingelogd. Dus het aantal deelnemers neemt zienderogen toe. Heel interessant. Ik stel voor dat we beginnen met de eerste stelling, dat we het debat aftrappen. Die zou dan nu moeten kunnen verschijnen op het scherm. Dan kunnen de mensen ook meteen echt stemmen. Voilà. Dus de eerste vraag is: dieren produceren voor export is onzinnig. Wat vindt u daar thuis van? Bent u helemaal akkoord? Is het onzinnig om dieren te produceren voor de export of bent u helemaal niet akkoord? Nog even meegeven ook dat het belangrijk is dat u op verzenden klikt. U moet uw antwoord actief verzenden, anders komt het niet door. Ja. Dus de meeste... deelnemers zijn niet echt akkoord met het gegeven dat dieren voor de export onzinnig is. Een kleine minderheid is helemaal akkoord. Een vijfde toch ook is eerder akkoord. Dus we zien dat iets minder dan een derde van de mensen die thuis volgen vindt het onzinnig. En het gros van de deelnemers thuis ziet daar wel iets in dieren kweken voor de export. Ik richt me dan even tot het panel. Wat is... Wie wil spits afbijten? Wie zou hier graag iets over zeggen om te beginnen? Joris? Nou, ik wil misschien wel beginnen. Ja. Ik denk in een dergelijk debat, zoals we dat vandaag hier gaan voeren, is het heel goed om goed af te lijnen waar we over het hebben. En de eerste stelling, dieren voor de export. We kunnen ons al de eerste vraag stellen, gaat het dan over levende dieren of gaat het over vlees? Want levende dieren exporteren, ik denk dat Stef daar waarschijnlijk straks wel iets meer over kan zeggen. Dierenwelzijnsaspecten komen dan kijken. Dat is al een heel ander debat dan bijvoorbeeld, gaan we dieren produceren en daar dan die dieren slachten, invriezen, vleeswaren van maken en exporteren. Dat denk ik is al heel belangrijk. Ik weet die vraag over export en landbouw, die wordt vaak gesteld. Moet landbouw, want we zijn toch zelfvoorzienend, waarom moeten wij exporteren? Ik vind dat altijd een heel rare vraag, omdat in de rest van de economie die vraag eigenlijk nooit gesteld wordt. Ik heb een filmpje dat ooit eens op Facebook terecht is gekomen, vaak de vergelijking gemaakt met ArcelorMittal. Die produceren staal, veel meer staal dan dat wij hier kunnen verbruiken. Er is niemand die daar een vraag over stelt. Gaan we dat wel exporteren? We moeten ook weten, de globalisering van de wereldeconomie en ook van de voedseleconomie zorgt er wel voor dat we crisissen kunnen opvangen. Want niemand wil een tekort hebben aan voeding. En in de COVID-periode hebben we dat ook gezien. We hebben eventjes gedacht, we moeten opletten. We gaan misschien beginnen hamsteren. Maar gelukkig is er voedsel van overal kunnen komen. Wij hebben daar misschien niet zo heel erg iets van gevoeld, maar op andere plaatsen in de wereld is het toch wel goed dat in tijden van crisis kan bijgesprongen worden. We willen ook een heel gevarieerd dieet. We willen rijst eten, we willen avocado's eten. Ja, dat kunnen wij niet produceren, appelsine. Dus het is logisch dat ergens die globalisering, die exportmogelijkheden daar toch zijn. En bijvoorbeeld een land zoals het Verenigd Koninkrijk, dat heel sterk afhankelijk is, een beetje een buitenbeentje binnen de Europese Unie, die moeten heel veel voedsel invoeren. Dus het is voor hen heel belangrijk dat de grenzen open zijn. Die export en bij uitbreiding ook export van vlees hoort daar ook een stukje bij, denk ik. Dat is een beetje mijn insteek om het debat te beginnen. Dat we het hier wel degelijk hebben over de export van vlees. Dus geen levende dieren, dat het in dit debat wordt het wel bedoeld als vlees, voedingsindustrie. Jeroen, ik wend even tot jou. Ben je het daarmee eens? Kunnen we het export van vlees vergelijken met ArcelorMittal? Ja, eigenlijk zou ik dat in grote mate onderschrijven, wat dat Joris zegt. Of een andere vergelijking. Ja, als we het over auto's hebben. Ja, we exporteren Volvo's en Audi's. Maar we importeren andere types, andere modellen. En dat is eigenlijk voor voedsel, hetzelfde. Eigenlijk heeft Joris het al gezegd. Eigenlijk kan ik dat in grote mate onderschrijven. Dus de export op zich, dat stel ik niet in vraag. Ik denk dat misschien later op de avond eerder de discussie is over hoeveel veehouderij, hoeveel intensieve veehouderij kunnen we in Vlaanderen dragen gegeven de milieunormen. Ik denk dat dat een zinvolle vraag is dan de vraag of dat nu voor export is of niet. Ik denk niet dat export op zich een probleem is, want we exporteren sommige producten en we importeren er andere. En dat is op wereldschaal de beste manier om het te organiseren. Ik denk dat daar ook een van de elementen die daar ook in spelen, is dat je moet realiseren dat Vlaanderen, België, is gewoon heel erg klein. En ik vergelijk het graag met Frankrijk. Een landbouwer in het midden van Frankrijk kan met zijn producten 500 kilometer rijden en is nog steeds niet aan het exporteren. De gemiddelde Vlaamse landbouwer die met zijn product 100 kilometer rijdt, moet opletten of hij zit al in het buitenland. Dus het gros van onze export is ook bedoeld voor de onmiddellijke buurlanden. Het beeld dat we heel vaak hebben is dat we exporteren voor de andere kant van de wereld, maar dat komt niet overeen met de realiteit. Nee. Ja, dus in een klein land ben je heel snel aan het exporteren. Dat is op zich logisch. Jeroen, wat wou jij daaraan toevoegen? Ja, ik wou daaraan toevoegen. Ik denk dat dat helemaal waar is. En ik denk dat we in dit debat eigenlijk meer naar Europa moeten kijken. Hè. En wat dat betreft vind ik wel dat we ons de vraag kunnen stellen, moeten wij met Europa zoveel meer produceren dan dat wij als Europeanen samen kunnen consumeren. En dan denk ik dat dat niet noodzakelijk nodig is. Hè. Als we het hebben over voedselveiligheid, als we het hebben over voedseldiversiteit, dan kunnen we met de diversiteit die er in Europa is, kunnen we eigenlijk heel veel coveren, hè, van het noorden naar het zuiden, in termen van het klimaat ook. Dus kunnen we heel veel coveren. Of dat wij ook in Europa moeten het vlees produceren dat in Azië massaal wordt gevraagd. En of dat wij in Europa moeten inspelen op de massale toename van de vraag voor vlees die er in Azië is, dat is denk ik een ander debat. Hè. Dus ik denk, ja, dat is... En wat betreft Europa is het zo, in de realiteit, wij exporteren wel buiten Europa, maar we importeren ook. Dus de zelfvoorzieningsgraad op niveau van Europa, die is redelijk, die zit rond de 100%. Wij produceren ongeveer evenveel als dat we opeten in Europa. We exporteren netto iets meer, maar niet zo heel veel meer. Dus in die zin zit dat redelijk oké, denk ik. Maar in termen van de toekomst moeten we dat nog laten groeien. Dat we nog veel meer gaan produceren om die grote vraag in China bijvoorbeeld, om die ook in te vullen. Denk dat, daar zou ik zeggen, dat moeten we misschien maar niet doen. Nu, Jeroen Buyssen heeft het al een beetje aangehaald. De vraag is natuurlijk niet zozeer, gaat het hier nu over export of niet, maar... Heeft het inderdaad zin of kunnen wij op grote schaal aan veehouderij blijven doen, gezien de enorme druk, hè? Dat gaf je aan, die er zit op het milieu, op het klimaat. Hè? Dan kom ik even bij Jos. Is dat niet natuurlijk ook de beperkende factor? De vraag of we in een klein en volgebouwd land of een regio als Vlaanderen op deze schaal, zoals we nu doen, aan veehouderij kunnen doen? Ja, die discussie over vleesexport... Daar kun je binnen Natuurpunt ook heel interessante discussies over voeren. Daar zitten heel wat verschillende meningen. Maar als je doorvraagt, dan kom je inderdaad uit. Mensen die stelling aannemen, gaat het eigenlijk niet over de export van vlees. Dan gaat het eigenlijk over de nadelen die dat meebrengt. De nadelen, de druk op het leefmilieu, de overlast voor omwonenden. En voor een aantal mensen ook de impact op andere landen. Hè, oerwoud dat gekapt wordt om soja te kweken, die dan aan onze dieren wordt opgevoederd. En dan dat verhaal, hè, dus die linken, die worden eigenlijk gelegd. Vooral door mensen die zeggen van ja, wij moeten dat niet doen. Hè, we moeten... eigenlijk meer naar een landbouw gaan, naar een verdienmodel waar de landbouw produceert voor... onze eigen bevolking en vooral kijkt naar meerwaardes en minder gaat produceren aan standaard wereldmarktproducten. Want wij zitten inderdaad in een klein land met dure grond, dure arbeid, import van voeding. Je staat dus in een zeer moeilijke situatie als je gaat concurreren met Argentinië, China, Brazilië. Ja, daar zit dan speel op prijs waarschijnlijk ook. En dan heb je het over exporteren of op de wereldmarkt vlees verhandelen aan prijzen. Want dat is natuurlijk iets wat dan heel vaak terugkomt. Onze landbouwers werken aan wereldmarktprijzen. Hè. Dus ze werken tegen zeer goedkope prijzen, waar een heel moeilijk verdienmodel aan zit. Joris, ik kom even bij jou terug. Is dat dan ook niet het probleem? Ook nog los van de vraag, moeten we wel of niet exporteren? Is de vraag, je ziet dat landbouwers heel veel dieren kweken en uitbreiden om er nog aan uit te geraken. Hè. Dat klopt. En wanneer wordt er geëxporteerd? Dat is wanneer dat een land een comparatief voordeel heeft. En wij hebben jarenlang een heel groot comparatief voordeel gehad, bijvoorbeeld in de varkenshouderij. Waarom? Omdat we, omwille van afspraken met de Verenigde Staten, zoveel jaren terug, goedkoop soja konden invoeren aan nultarief. Dat was een afspraak toen het Europees landbouwbeleid opgericht werd en wij onze landbouw heel sterk ondersteunen. Zeiden de Amerikanen, oké, jullie mogen dat doen, maar jullie moeten soja, waar jullie niet telen, invoeren. Wij hebben dat gedaan. En vandaar dat je ziet dat die sectoren, zoals de varkenssector, de pluimveesector, die vooral dergelijke voedingsproducten opeten, dat die vooral gelokaliseerd zijn rond de havens. Men noemt dat het gat van Rotterdam. Langs daar is het allemaal binnengekomen. Je ziet dat ook in Bretagne, je ziet dat ook in Vlaanderen. Dat was een comparatief voordeel. De boeren, varkenshouders zijn die slapend rijk geworden. Er waren eigenlijk geen milieunormen. En dus die sector is enorm uitgebouwd. We hebben dan een gans kennissysteem daar rond gebouwd, van onderzoekscentra, van verwerkende bedrijven, slachthuizen. Maar sinds een 10-20-tal jaar is dat comparatief voordeel altijd maar onder druk komen te staan, omwille van het inzicht, we botsen hier op onze milieugrenzen. Maar wat zie je dan? Dat zo'n kenniscentrum zich volledig probeert zich te verdedigen. Die probeert dat niet te weten, dat comparatief. En die gaat alles doen om dat comparatief voordeel te proberen vast te houden. Maar je ziet toch dat het aantal varkens... En ook het aantal varkenshouders, maar ook het aantal varkens, dat naar beneden aan het gaan is. Dus dat daalt. En een land als Spanje, bijvoorbeeld, is de afgelopen 10 jaar de varkenstappen met 40% gestegen. Waarom is dat? Zij hebben nu weer een aantal comparatieve voordelen die wij niet hebben. Zij zijn nu degene die in Europa vooral de varkensproductie doen. Ze hebben heel goedkope stallen, want varkens die moeten ook voldoende warm hebben. Maar in Spanje is het altijd voldoende warm. Ze hebben ook goedkope arbeidskrachten. En we moeten het zeggen zoals het is. De milieuwetgeving is niet de milieuwetgeving die wij hier kennen. En je zou nogthans denken, milieuwetgeving, dat is hetzelfde op Europees niveau. In theorie is dat zo, maar elke lidstaat moet dat op zijn eigen manier invullen. En dan zie je toch dat er toch wel heel wat verschillen nog altijd zijn. Maar dus de varkenssector is zijn comparatief voordeel eigenlijk wel wat kwijtgespeeld. Maar wij proberen dat in stand te houden, zoals in de rest van de economie, door heel met know-how, met kennis. Maar er zijn ook varkenshouders die experimenteren met nieuwe soorten, duurokvarkens en zo verder, die hoogwaardig zijn. Of mensen beginnen aan thuis slachterij te doen. Dat zijn allemaal zoektochten tot of super efficiënt en het varken volledig proberen te commercialiseren. De oren die graag gegeten worden in Hongkong en in Zuid-Korea en zo verder, die worden dan naar daar geëxporteerd. Dat is ook een vraag van lezers. Die zeggen van de staarten, de oren, de koppen gaan bijvoorbeeld wel, omdat we het hadden over wordt er buiten Europa geëxporteerd. Ja, die dingen gaan wel naar China, blijkbaar. Maar de vraag is dan eigenlijk dat economisch model waarbij landbouwers zelf op het einde van de keten zitten en de kosten ook allemaal op hen worden afgewendeld en men steeds meer dieren moet kweken om eigenlijk nog iets eraan over te houden. Is dat houdbaar, volgens jullie? Dat is een argument dat vaak naar voren gebracht wordt van kijk, de marges zijn zo klein, dus de landbouwers moeten wel meer dieren gaan produceren om nog te verdienen. Maar eigenlijk is het eigenlijk, dat klopt niet. Mm-hmm. Dat wordt heel vaak gezegd, maar dat klopt absoluut niet. Het is net omgekeerd. Het is net omdat er mogelijk is dat er zoveel dieren gehouden worden en dat er iets aan te verdienen is, dat er die dieren gehouden worden mm-hmm. en dat daardoor schaalvergroting is. En door die schaalvergroting, dus stijgende productie, komt er een duik op de prijzen. En dan zijn er een aantal landbouwers die misschien niet meegegaan zijn, hè, want er is een groot verschil tussen de beter verdienende en de minder verdienende landbouwers. En de minder verdienende die komen onder druk. Die hebben zelf wel het gevoel dat ze moeten verdubbelen om te kunnen overleven. Wel, maar dat is omdat een collega's of hun conculega's dat doen. En inderdaad, dus iemand die niet meegaat, die niet vooruit gaat. Mm-hmm. Maar dat is niet alleen in de landbouwsector zo. Hè. Dat is in alle sectoren zo. Iemand die niet innoveert, iemand die niet... In sommige gevallen is dat schaalvergroting. In andere gevallen is dat een hogere toegevoegde waarde per eenheid product. Die zal het uiteindelijk minder verdienen. Maar om nu een voorbeeld te geven uit de melkveehouderij. Er wordt, dus vooraf het debat is er al gesproken. Er wordt vaak gezegd, de melkveehouderij, de prijzen staan onder druk. Maar in Vlaanderen is de afgelopen 18 jaar is het sterkst gegroeid in heel Europa in melkproductie. Dan kan ik niet geloven dat al die melkveehouders die investeringen gedaan hebben omdat ze wel moesten, omdat ze anders niet zouden verdienen. Want in de rundvleesveehouderij zien we net het omgekeerde. Daar zijn de marges, dat is heel duidelijk, die staan veel, veel meer onder druk. Dat is al langer gekend als de sector die het minst economisch rendabel is. En dan, inderdaad, daar zie je de productie dalen. Mm-hmm. Dus het zijn eigenlijk net die sectoren waar dat het blijkbaar economisch kan. Dus dat er een aantal ondernemers zijn die denken, oké, hier kan ik wel mijn boterham aan verdienen, dat er net groei is en dat er net meer geproduceerd wordt. En door die hogere productie, inderdaad, ik ga niet zeggen dat er geen landbouwers zijn die zwarte sneeuw zien, maar gemiddeld genomen, of toch zeker de economische beter boerende bedrijven, die verdienen wel aan die productie. Mm-hmm. Jeroen? Ja, ik wil eraan toevoegen dat naar mijn inzien wordt groei en innovatie vaak een beetje te veel als één ding gezien. Hè. Om nog mee te kunnen moeten we groeien. Hè. Dat denk ik niet. Om mee te kunnen moet je wel als veehouder innoveren. En moet je zorgen dat je efficiënt bent en misschien nog efficiënter wordt. Maar niet noodzakelijk groeien. En ik geef een voorbeeld. Ik kom vaak op varkensbedrijven. Om terug te grijpen ook naar de analogie met de melkvee. Toen er nog een melkquotum was bij ons, was het adagio. Je hebt zoveel 100.000 liter quotum per jaar. Probeer dat nu vol te melken met zo weinig mogelijk koeien, zo efficiënt mogelijk. Hè. En dan denk je eigenlijk heel anders over hoe kan ik efficiënt werken. En efficiënt werken, dat klinkt misschien voor een deel van de mensen in het publiek lelijk. Maar efficiënt hoeft niet lelijk te zijn. Daar hoeven de dieren het welzijn niet onder te lijden. Efficiënt is soms heel vaak zeer goed, ook in termen van milieu-impact. Is efficiënt produceren zeer goed. En op een varkensbedrijf, daar wil ik naartoe gaan, vaak is ons advies, kijk, je kunt hier een aantal dingen veranderen. Om dat te verbeteren, zou je eigenlijk van 300 zeugen naar 250 zeugen moeten gaan, om technisch van een 4-weken systeem naar een 3-weken systeem te kunnen gaan en zo. Dus er zijn allerlei dingen die je kunt doen. Een beetje krimpen om efficiënter te zijn, en dat is een zeer moeilijk concept om erin te krijgen. Dat is in de geest van vele mensen is dat achteruitgaan, want in de plaats groeien is vooruitgaan en kleiner worden is achteruitgaan. Terwijl dat ik denk dat dat niet zo is. Dus ik ben het helemaal eens met wat mijn naamgenoot zegt over het feit dat je niet noodzakelijk in die logica van groei moet meegaan. Want het is een doodlopende spiraal. Hè. Hoe groter dat de productie wordt, hoe meer dat de prijs zakt. Hè. Dat is een vraag aan aanbod. Hè. Dat is heel simpel. Hè. Dus hoe groter de productie, hoe meer dat de prijs zakt. En als je in die spiraal meegaat, dan vroeg of laat loopt je daarop kapot. Ja, er komen ook vragen over concurrentie en heel veel produceren, concurreren toch ook met landen als Brazilië. Hoe dat aan de orde is als we de milieueffecten bijvoorbeeld of dierenwelzijn in overweging nemen. Nog heel even voor we naar dierenwelzijn gaan en zo. De milieueffecten. Jos, ik wil nog even bij jou komen daarvoor. je zit natuurlijk wel met een feit dat je een beperkte ruimte hebt. Hè. En groter wordende bedrijven of grote bedrijven, want sommige landbouwers effectief willen groeien, voelen als ondernemer die nood ook. Ja, je botst wel op grenzen. Van ons, wat je daarnet al een beetje zei, van ons leefmilieu, waar zit die grens? Je komt ook eigenlijk bij het ruimtelijk aspect. Hè. Mm-hmm. En misschien moet ik even terug de vergelijking met Arcelor hier ook maken. Hè, want ik denk dat ArcelorMittal, het is de familie Mittal, dat grootvader Mittal misschien bij hem thuis in de achterkeuken begonnen is met wat ijzer te smelten op ambachtelijke wijze, zonder problemen. Maar hij deed zijn business zo goed dat hij is gaan groeien. En op een bepaald moment groeit hij buiten de capaciteit of buiten de draagkracht van de woonwijk waar hij zit en verhuist hij naar een industrieterrein. En daar kan hij verder doorgroeien. En als je dan kijkt naar onze landbouw, dan zie je dat dat eigenlijk niet gebeurt bij onze landbouw. Onze landbouw groeit, de bedrijven worden groter, maar ze blijven in dat landbouwgebied zitten en komen dan in conflict met de andere ruimtegebruikers, met de bevolking, want we zitten nu eenmaal met 400 mensen per vierkante kilometer en iedereen claimt de open ruimte om van alles in te doen. En dat conflict, naarmate je verder doorgroeit, wordt eigenlijk alsmaar groter. Mm-hmm. En dan kom je dus in een soort eindig model van waar kunnen we dat nog toestaan en is er in Vlaanderen nog plaats voor die echte megabedrijven? Hoort de grootschalige industriële veehouderij nog thuis in landbouwgebied? Of, Jeroen, jij wil er iets over zeggen, of moet dat eerder op industriedomeinen dan? Maar ik wilde gewoon al inpikken en ook onderschrijven dat inderdaad... Dus ik heb geen bedenkingen op export en eventuele groei van veehouderij om economische redenen, maar we moeten wel onderschrijven dat, of erkennen dat op milieuvlak dat we het eigenlijk niet goed doen. Dat we de doelstellingen die al 20, 30 jaar geleden vooropgesteld zijn in Europa, dat we die niet halen. En welke bedoel je precies? Bijna allemaal die betrekking hebben op waar de veehouderij aan bijdraagt, waterkwaliteit, dus de stikstofproblematiek. Biodiversiteit, waar dus de ammoniakproblematiek landbouw aan bijdraagt, indirect fijn stof, waar landbouw aan bijdraagt, klimaatproblematiek, waar landbouw en veeteelt aan bijdraagt. Dus eigenlijk, en dan denk ik dat met het huidige beleid dat we de doelstellingen ook niet zullen halen. Dus ik denk dat we toch moeten erkennen dat op zich economisch dat het mogelijk is om intensieve veehouderij te hebben. Maar de milieudoelstellingen die op Europees niveau gedefinieerd zijn, die halen we niet. En die zouden we technisch kunnen halen, maar dan moet er een ander beleid gevoerd worden. Daar wil ik misschien van beleid uit even nog om af te ronden. Dit stuk, Joris, laat ons reageren. Ik heb niet het beleid, maar in het onderzoek. Maar ik denk dat klopt, dat we een groot probleem hebben met milieu. En zeker de stikstofproblematiek is in mijn ogen een heel groot probleem. En het feit dat we de nitraatrichtlijn nog altijd niet kunnen nakomen na zoveel jaar, dat is heel erg. We moeten nog wel opletten. Het mestactieplan, als je kijkt naar de regio's waar de problemen zich voordoen. Ik denk dat de veehouderij heel veel inspanningen al gedaan heeft om dat een stuk op te lossen. Daar is het natuurlijk ook wel een groot stuk, de groentesector en zo verder, de heel intensieve groentesector, heeft daar ook wel een stuk verantwoordelijkheid te nemen. Maar het is een feit dat dat nog altijd, ondanks alle inspanningen die er geleverd zijn, niet opgelost is. En dat moet verder aangepakt worden. Hè. Ik ben de eerste om dat toe te geven. Hè. Want de grens zal niet economisch zijn, maar zal eerder daar liggen. De grens zal milieu zijn. De grens zal milieu zijn, denk ik, ja. De bewustwording rond milieu. We denken allemaal milieuwetgeving, dat bestaat al duizenden jaren. Nee, de eerste milieuwettingen op Europees niveau, dat is in de jaren 70. Als wij dat eigenlijk hebben ingevoerd in Vlaanderen, het eerste mestactieplan 1991, dat is allemaal nog relatief recent. Maar we boeken daar onvoldoende voortgang in. En dat is ook het probleem met landbouw, in tegenstelling tot industrie die vaak met puntvervuilingen geconfronteerd of veroorzaakt. Dat kun je veel beter sturen. In landbouw gaat het om levende materie, gaat het over diffuse vervuiling, gaat het ook over de bodem, die ook een levend organisme is. We hebben dat niet allemaal onder controle. We zien soms ook bij biologische bedrijven dat die soms ook ja, 100% hun best doen, maar dat die toch naar die nitraatresidu, hè, door het klimaat, door het weer, daar ook soms wel wat moeilijkheden hebben. En het probleem een beetje met milieu en landbouw en wetgeving is dat levende materie, levende processen vastpakken in wetgeving, dat is heel moeilijk. En vandaar mijn pleidooi zou zijn, je moet duidelijke targets naar voren schuiven, maar laat de landbouwers zelf meer vrijheid om dat aan te pakken. En de grote landbouwbedrijven, wij maken eigenlijk milieuwetgeving op de slechte gemiddelde. Omdat wij eigenlijk forfaitaire milieuwetgeving proberen te maken. Maar ik zou liever hebben dat we doelstellingen naar voren schuiven en dat landbouwers veel meer zelf weten hoe dat ze het moeten aanpakken, maar we moeten dat wel goed handhaven. Daar ben ik 1000% mee akkoord met. Maar landbouwers, goede landbouwers vragen dat eigenlijk ook. Laat het ons zelf doen. Hè. Met precisielandbouwtechnieken in de toekomst moet het beter kunnen. Als het niet goed is, moeten we optreden. Ik wil nog heel even afsluiten dit thema op dat stikstofprobleem. Ja. Maar dat is wel behoorlijk pertinent. Als we alleen al kijken naar Nederland, hè, dat dringt hier niet altijd zo door, maar Nederland zit al bijna 2 jaar quasi op slot door dat probleem. Ja, bij ons ook, hè, dat weet Jos waarschijnlijk wel goed, 80% van onze Natura 2000 gebieden, hè, dus beschermde milieugebieden die overal in Vlaanderen liggen, hebben een overdruk aan stikstof. En daar zijn we, hè, dus de minister werkt nu wel aan een oplossing, aan een regelgeving daar rond. Maar natuurlijk, als je dat bekijkt nu, in feite, in principe betekent dat dat er in de buurt van die Natura 2000 gebieden, en die liggen echt overal in Vlaanderen, zeker ook in de landbouwhotspots, zou er in principe geen enkele stal meer kunnen bijkomen. Of zeker mag er geen uitstoot van die stallen, hè, want 0 uitstoot is quasi onmogelijk. Hoe denken jullie dat dat op dit moment te verzoenen valt met ambitie van landbouwers om hun bedrijven wel nog uit te breiden? Dat is een prijs voor wat er in het verleden is opgebouwd, natuurlijk. Nog eens, ik kom terug op wat ik daarnet gezegd heb. Ik denk niet dat de ambitie nog moet zijn om nog veel groter te worden. Als geheel in productie in Vlaanderen. Dus ik denk dat we daar niet de marge hebben om te zeggen, we gaan nog eens ons arsenaal... Dat is trouwens ook niet wat er de laatste 10 jaar gebeurd is. Dus de cijfers tonen niet dat onze veestapel enorm groeit. Wel in tegendeel. Is stabiel, het hangt een beetje af welke diersoort daar naartoe kijkt. De pluimvee is de enige sector die groeit. Maar, dus ik denk dat we daar moeten niet groeien. Maar nog eens, dat wil niet zeggen dat we niet kunnen blijven innoveren en zelf intensifiëren. Je kan 2 kleine bedrijven vervangen door 1 groter en vooral beter bedrijf. Want dat komt misschien straks ook nog terug, maar grote bedrijven zijn vaak ook betere bedrijven. Betere bedrijven in termen van efficiëntie, in termen van diergezondheid, in termen van dierwelzijn. En dat is soms een foutief beeld, merk ik, bij veel mensen in het publiek, dat ze groot, industrieel, om het dan een lelijk woord te geven, associëren met slecht. Want dat is industrieel, dan zijn de dieren units, elementen, dan worden ze mishandeld. En dat is niet zo. En dat is echt... Dat is niet omdat ik het zo zeg, maar als de literatuur, de mensen die dat onderzocht hebben, die komen er keer op uit, dat je daar weinig verschillen ziet. En als je dan verschillen ziet, is het meestal zo dat de intensieve bedrijven beter zijn. Die slagen er ook in om die innovatie, om die doelstellingen, om die uitstoot, als het gaat over stikstof, als het gaat over stof, slagen erin om dat beter onder controle te hebben dan in een kleine, oude stal, waar dat veel moeilijker is, gewoon door je infrastructuur. Dus het is niet omdat we niet kunnen blijven innoveren en kunnen verbeteren. Maar als er ergens een grote komt, dan moeten er een paar kleintjes vervangen worden door een grote. En dat is denk ik ook wat er de laatste 10-20 jaar eigenlijk wel in de feiten naar gebeurd is. Ja, dat is zo inderdaad. Er is, het aantal dieren is min of meer stabiel gebleven. Het aantal landbouwbedrijven is gigantisch gedaald. Ja. Natuurlijk, de stikstofuitstoot is ondertussen, zeker door de landbouw, is wel toegenomen. Hè. Dus het is niet, uit de cijfers blijkt dan toch niet altijd dat die schaalvergroting of concentratiebeweging tot minder uitstoot heeft geleid. Nee, niet tot minder uitstoot, maar ik denk dat we daar nog veel werk hebben. Maar daar kunt je ook met voeding, maar er is nog veel werk te gaan. En daarin is het duidelijk. Ja. Nog heel even, Joris, en dan, want dan ga ik naar de... Want je brengt ons naadloos bij de tweede stelling. Ik volg Jeroen, het gaat niet over klein of groot, maar het gaat ook over waar. Als je een heel groot bedrijf gaat maken dat efficiënt werkt en milieukundig heel goed in orde is, maar je zet dat pal naast de Natura 2000 natuurgebied, dan is er wel een groot probleem. Hè? Dus nu zeggen wij, ook vanuit landbouw ook bekeken, die 750.000 agrarisch gebied, daar kan overal alles. Denken wij nog, of die illusie, wij maken onszelf dat eigenlijk een beetje wijs als landbouw, maar dat is niet zo. In de praktijk kan het nog moeilijk overal, zeker niet overal. Het probleem is wel dat landbouwers eigenlijk nu in een trial-and-error verhaal zitten. En ze mogen proberen een vergunning aan te vragen daar. Botsen dan tegen vergunningsverleners die zeggen, daar kan het niet. Dan proberen ze daar. Moet eerst die grond verwerven, studiebureaus en zo verder, met rapporten. Ja, daar kan het dan ook weer niet. Dus we zouden eigenlijk, en ik volg, dat we eigenlijk beter onze ruimte, ons agrarisch gebied, plaatsen voorzien waar wel nog dingen kunnen en waar het niet kan. En dan kunnen we proberen rekening te houden met die natuurgebieden. Maar ook een heel moeilijk debat natuurlijk, want we zitten in een heel dichtbevolkt land waar heel veel van alles en nog wat moet gebeuren. Hè, probeer maar eens een nieuw industrieterrein aan te leggen. Hè, dat is ook al heel, heel moeilijk. Maar ik denk dat we dat debat toch moeten durven min of meer aangaan. Ja. Ik zie dat mensen ook die vraag stellen, hè, want daar komen we stilaan bij de tweede stelling die we zo meteen zullen zien verschijnen. Maar ik ga nog even een vraag ook voorlezen ondertussen. Dus ze vragen ook van hoe leggen we uit aan de consument dat industriële bedrijven niet gelijk staan aan slechte bedrijven. Hè? Een beetje wat jij daarnet zei, Jeroen. Dus dan zou ik stilaan willen overgaan naar de tweede stelling. Die eigenlijk aansluit bij wat Jeroen zo net zei, namelijk dieren in de intensieve veehouderij zijn gezondere dieren. Laat het publiek daar even over nadenken en stemmen. Ik zag dat er ondertussen 450 mensen meedoen. Dus als een deel daarvan zin heeft om te antwoorden. Dus zijn dieren in de intensieve veehouderij gezonder. Bent u daarmee akkoord? Helemaal of niet? Of helemaal niet mee akkoord? Ja. Dat zit een beetje verspreid, zie ik. Hè? Dus dat ze gezonder zijn. Er zijn toch nogal wat mensen die daarmee akkoord gaan. Of nu, ik heb de indruk dat de uitersten minder scoren, dat mensen daar vrij neutraal eerder akkoord over zijn. Hè. Dat is dat het gezondere dier zijn. Jeroen, wil jij daar nog iets over zeggen, specifiek rond die stelling? Kan je dat eens uitleggen, wat je daarmee doet? Ja, wel, ik ben er net al even op vooruitgelopen, hè, dus dat het inderdaad zo is dat het kan. Het is niet noodzakelijk zo, hè, maar het kan. Als je in een intensieve setting hebt je meer tools om de gezondheid van je dieren te monitoren en om de infrastructuur en de voeding en de stockmanship, hè, dus de kwaliteit van de veehouder, om met die dieren te werken, om die goed te maken. Want een intensief bedrijf veronderstelt vaak ook een goed opgeleide veehouder die weet wat hij aan het doen is en hoe hij of zij het moet doen. En daardoor is dat vaak beter. Maar nog eens, niet noodzakelijk altijd. Hè? Dus het is geen vanzelfsprekend gevolg. En ten tweede, ik ben er ook van overtuigd dat er een grens is. Hè? Want ik denk, de huidige tijd waarin dat we leven, moet je niemand meer overtuigen van het gevaar van epidemische ziektes. Die hebben we in de diergeneeskunde gehad in een vroeger... Ik heb lang geleden nog mijn doctoraat gemaakt over de klassieke varkenspesten. Daar spreekt niemand meer over, want dat is opgelost, denkt men. Maar dat is niet zo. En mond- en klauwzeer is ook niet opgelost. En Afrikaanse varkenspest ook niet. En de vogelgriep die terug is in het land. En als we nu blijven groeien en bedrijven nog groter maken... En om maar eens te zeggen, in China is men bedrijven aan het bouwen waar er 80.000 zeugen en meer op één bedrijf komen. Daar denk ik ook dat we daarover... Dat zij, gelukkig is dat niet bij ons het geval en hopelijk zal het nooit zo zijn, daar gaat men er ook over. Hè? Dus er is een grens en dat is moeilijk te becijferen, het is moeilijk om daar een exact getal op te zetten, maar er is wel een grens aan wat je kunt toelaten in termen van grootte, om nog die risico's te kunnen beheersen als het fout gaat. Hè? Dus ik spreek veel liever over intensief, en ik vind intensief helemaal niet vies, ik heb het al een paar keer gezegd, dan groot. Dus groot is voor mij eigenlijk geen zo'n doel, maar intensief heeft heel veel voordelen. En dat kan niet met superkleine bedrijfjes teruggaan naar de tijd van toen, 30, 40 jaar geleden. Dat is echt een illusie, denk ik. Ja, Stef, jij wil daarop reageren? Ja, een van de componenten dat je zegt van kijk, er is daar een zekere grens. Wat dat je ook noemde, en de literatuur wijst er ook op, die stockmanship. Dus letterlijk de invloed van de veehouder. En wat dat je ook ziet, een van de verschillen tussen onze grote bedrijven en andere grote bedrijven, dan denk ik aan Noord-Amerikaanse, Chinese voorbeelden. Daar zit je met een schaalgrootte die ver voorbij een familiale context gaat. Want we zitten in het gros van de gevallen toch bij ons nog met familiale bedrijven, waarbij dat een veehouder en familie kleine of grote bedrijven leiden. Waar dat de vereenzelviging, en dat is een andere uitdaging uiteraard, tussen de veehouder in dit geval en het bedrijf en de dieren heel erg groot is. Op dat moment ga je, als je blijft groeien, ga je ook over die grens dat haalbaar is. En dan zit je met bedrijven waarbij dat de veehouder de manager wordt die een team aan personeel aanstuurt die verantwoordelijk is voor de voederingsmorgens. En dan creëer je een heel andere context. Niet per definitie problematisch, heb ik niet gezegd. Maar die vereenzelviging tussen veehouder, bedrijf en dieren is eigenlijk wel een sterk punt. Ja, je wil zeggen, in een systeem waar dat verder af komt te staan, wordt dat meer iets mechanisch, iets dan komen mensen morgens hun job doen. Hè. Ja. Ja. Ja, en dat weten we dus ook wel als je het dan hebt over dierenwelzijn in die gigabedrijven, waar men met personeel werkt, waar de farm manager één keer per week nog de stal binnenkomt, als het goed is. Daar is de kans dat het misloopt, ook in termen van het zorg voor de dieren, is een heel stuk groter. Hè? Ik bedoel, ja. Onze ethische normen in Europa over hoe we met dieren omgaan, is voor sommigen misschien nog niet hoog genoeg, maar is in ieder geval aanzienlijk veel hoger dan hoe men daar in Azië naartoe kijkt, hè? Of hoe dan men daar in Afrika naartoe kijkt. Ja. Daarmee wil ik niet zeggen over die mensen, het is gewoon een andere cultuur. En een andere... Het was bij ons 50 jaar geleden ook anders dan dat het bij ons nu is. Hè? Dus dat evolueert mee met de maatschappij. Maar dus... Wat dat we zomaar bij ons zeggen, we gaan de veehouderij hier, we moeten naar een uitdoofscenario, dat moet allemaal veel minder, dat moet hier weg. We moeten ons wel goed realiseren dat de vraag naar dierlijke eiwitten blijft bestaan en die blijft groeien. Dus dat wil zeggen dat als we ze hier niet meer houden, dat ze ergens anders zullen worden gehouden. En dat zal niet noodzakelijk beter zijn voor die dieren en niet voor het milieu ook, denk ik. Even op wat jullie beiden zeggen, er zijn ook volgers die zeggen, kijkers die zeggen, ja goed... In dat model waar de boer de manager is die personeel aanstuurt, in de landbouw zit je wel vaak met ongeschoold, onderbetaald, gedetacheerd, want zo wordt het gezegd, Oost-Europees personeel. Ik zeg wat kijkers daarover denken, idem in de slachthuizen. Dus je krijgt wel misschien die cultuur waar jij het over hebt. Importeren we die dan niet op die manier? Ja, voor een stuk is dat zo. Hè? Ja, ik bedoel, het gaat mij nog los over het feit dat je daar gedetacheerden of anderen... Je krijgt gewoon een loskoppeling van mensen die gewoon hun job komen doen, inderdaad daar niet in opgeleid zijn, hun loon er ook niet aan vasthangt, aan het welzijn van die dieren. En is dat per definitie een probleem? Nee. Zijn daar risicofactoren? Absoluut wel. Jeroen? Ja, die evolutie van de schaalvergroting en dan op een bepaald moment overschakelen op externe arbeid, die is er wel. Maar op dat vlak, op internationaal vlak, zit België daar eigenlijk nog met een heel sterk familiaal karakter. Hè? Want in veel andere landen in de wereld is dat helemaal anders. Is dat net zoals dat Stef het beschrijft. Maar er is inderdaad wel een zekere verschuiving die richting. En ik ben het mee akkoord dat we de vraag moeten stellen... is dat een goede sociaal-economische context? Maar dan, als iedereen het akkoord zou zijn, dat is niet goed, hoe ga je dat reguleren? Hoe ga je nu zeggen, dat bedrijf mag en dat bedrijf mag niet? Ik denk niet dat je daar gemakkelijk een wettelijk kader kunt rondbouwen. Ik denk dat je dat kan doen in termen van opnieuw, wat zijn de normen? Hè? En als we even terug naar de precisielandbouw gaan, als we denken in precisielandbouw en veehouderijen, dan denken we bijvoorbeeld ook naar precisiebehandelingen. Dus je zieke dieren hebt, er zijn twee manieren, ik trek het nu even op flessen, maar er zijn twee manieren om zieke dieren te behandelen. Oftewel, behandelen we ze allemaal tegelijk, in een groepsbehandeling, met antibiotica bijvoorbeeld, de hele hoop in één keer. Terwijl zeggen we nee, we hebben het oog van de boer en een goede boer die weet waar het probleem zit en die kan een paar dieren behandelen, enkel deze die nodig zijn en die kan het probleem in de kiem smoren en het is met een 100ste van de hoeveelheid antibiotica heb je hetzelfde effect. Maar om dat te kunnen realiseren, moet je stockmanship hebben. Moet je iemand hebben die het oog van de meester, die het ziet en die ook kan interveneren. En dus als je zegt van, kijk, mijn normen, wat betreft bijvoorbeeld antibioticumgebruik, en dat is geen fictief voorbeeld, want dat is zich aan het vertalen in de realiteit, mijn normen die staan behoorlijk scherp, dan selecteert je eigenlijk op goede veehouders. Want alleen die goede veehouders die slagen daarin om dat te realiseren. Dus ik denk dat je op zo'n manier daar wel voor een stuk kunt toekomen. Ja, Jos, jij wou iets zeggen. Ja, de maatschappij kijkt vandaag de dag natuurlijk ook anders naar dierenwelzijn dan vroeger. Dus de generatie van mijn leeftijd of ouder, die zagen dieren als nutsdieren. Die moesten hun nut hebben en als ze dat niet meer hadden, dan werden ze geslacht of verkocht. Vandaag de dag bekijkt een heel groot deel van onze maatschappij dieren als een individu. En dan gaan ze dat dier en het dierenwelzijn afwegen ten opzichte van, heeft dat dier als individu een goed leven? En dan kom je natuurlijk zelfs in een hele mooie moderne stal al vlug in de problemen, want een varken leeft in de natuur in groepen van 10 tot 30 dieren, bij wijze van spreken, en wij stoppen ze met 1000 bij elkaar. Dat is een heel onnatuurlijke situatie. En dan ga je dat afwegen, zeggen van, is dat dier wel mentaal goed, goed gezond? Dat zijn aspecten die vroeger niet meespeelden. Hè. Als je kijkt naar het veterinaire aspect enzovoorts, hè, blijven de dieren gezond, groeien ze goed? Dat is dikwijls wel allemaal in orde. Maar het individuele aspect dat meer en meer begint mee te spelen, dat zorgt voor andere afwegingen. Ja, dat is ook een van de vragen trouwens. Wat wil dat zeggen, gezonde dieren? Vragen mensen. En ik stel mij dan ook zelf de vraag op, een beetje inpikkend op wat Jos zegt. Als je ziet dat dieren bij ons toch ook geselecteerd zijn om veel vlees of veel meer melk voor te brengen. Hè. Dus, of neem kippen, de befaamde plofkippen, die op 5-6 weken slachtrijp moeten zijn. Niet geslachtsrijp trouwens, maar slachtrijp. En die dus, er wordt vaak gezegd, heel veel dieren samen met een verzwakt immuunsysteem soms, genetisch identieke dieren. Is dat dan gezond? Want enerzijds hoor je altijd, onze veeteelt is topkwaliteit qua gezondheid van dieren, de kennis die we hier hebben, waar jullie het daarnet over hadden. Maar hoe relatief is dat? Hè? En dat is denk ik een beetje wat Jos ook zegt. Hoe gezond is dat dan? Dat is wat mensen zich ook afvragen. Ja, dat is een vraag met heel veel aspecten. Je hebt gezond en gelukkig. Dat zijn al twee dingen, denk ik. Laat het ons misschien ook vooral op gezond. Ja, gelukkig gezond, dat komt later. Hè. Dus, maar gezond, er bestaan allerlei fysiologische parameters die je kunt meten natuurlijk op een dier die u iets zeggen over gezondheid. Je kunt het hebben over een lang leven, je kunt het gewoon hebben over afwezigheid van ziekte, afwezigheid van letsels, wat in principe een definitie van gezondheid is dat het dier in een normaal fysiologische toestand is en er geen ziekte aanwezig is en geen letsels aanwezig zijn. Maar daarvoor kan het nog niet volledig zijn armatorium van zijn natuurlijk gedrag gaan uitvoeren. Maar in ieder geval, vele dieren momenteel zijn gezonder dan ze vroeger waren. En we nemen heel veel van de kennis die we nu hebben en de technologie en de kunde die we nu hebben for granted. Maar de manier waarop we nu dieren kunnen gezond houden, is veel beter dan dat we dat 10 jaar konden en ook beter dan 20 jaar en ook beter dan 30 jaar geleden. En ook de risico's die aan die ziektes verbonden zijn, we staan er niet meer bij stil. Maar tuberculose, dat is nog niet zo heel erg lang geleden dat we dat uitgeroeid hebben. Dat kwam van bij de runderen naar bij de mens. Vele andere ziektes, de meeste belangrijke zoonoses, salmonella, campylobacter, die zijn niet opgelost, maar die gaan gradueel beter. Die zijn we beter en beter onder controle aan het krijgen. Dus de gemiddelde gezondheid van dieren is, is er zeker niet op achteruit gegaan. Tegelijkertijd zijn ons dieren veel productiever geworden. En ik vergelijk het in mijn lessen voor de studenten steeds met een topsporter. Een topsporter die klaarstaat om aan de Ronde van Frankrijk te starten. Is die gezond? Ik denk het wel, maar is hij tegelijk gevoelig? Kan er van alles misgaan? Is het een fragiele fysiologische toestand? Ik denk het ook. Maar hij is wel gezond, want hij is in staat om een topprestatie te leveren. Iets wat ik alleszins niet kan, over de bergen fietsen. Maar tegelijkertijd zal hem waarschijnlijk veel sneller een valling hebben dan ik in dezelfde omstandigheden. En zo zijn onze dieren ook. Dus als je van een koe verwacht dat ze 10.000 liter melk produceert per lactatie, ja, dan heb je natuurlijk een koe die tot de top van prestaties gedreven is. En dat kan fysiologisch zijn, dat kan gezond zijn, dat is meestal ook zo. Maar er mag niet veel misgaan. En daarom heb je een goede veehouder nodig en een goede voeding en een goede huisvesting, een goed systeem. Mm. Dus je mocht, het laatste dat ik erover zeg, je mocht geen Formule 1 wagen geven aan een slechte chauffeur. Dus als je met een Formule 1 wagen wilt rijden, moet je goed met een auto kunnen rijden. Is iedereen het daarmee eens? Kunnen we dat zo zien? Kunnen we dieren dan vergelijken met topsporters? Ja, een aspect dat misschien dan iets minder aan bod komt als je het zo bekijkt, dat is wat Jos zegt. En ik denk dat dierwelzijn daarom... Ik ben geen specialist, er zitten hier specialisten in de zaal die er veel meer van weten, maar ik denk dat, in tegenstelling misschien tot milieu, dat dierwelzijn nog veel meer de consument aanspreekt en dat we daar nog veel meer inspanningen voor moeten doen. In de toekomst, denk ik, willen we een vleesproductie overeind houden, want die gevoeligheid die neemt enorm toe bij de mensen. Maar Stef, jij weet daar veel meer over. Maar over dierenwelzijn hebben we de volgende stelling. Dus zometeen ga ik eerst het woord aan Stef geven, maar er komen ook wel nog vragen binnen hier. En je bent er al over begonnen, Jeroen, die zoonoses zijn voor een stuk onder controle. Anderzijds, we zitten al een jaar bijna binnen omwille van een zoonose. Het is zeer actueel. Als je ook de studies bekijkt van de Wereldgezondheidsorganisatie, veel VN-vehikels die waarschuwen voor regio's als de onze, waar intensieve veeteelt is, en mensen, wat hebben we zo net al gezegd, daar dichtbij wonen. Waar je ook verschillende soorten, kippen, varkens, runderen, bijeen hebt, dicht in de omgeving van mensen. Dat is nu eenmaal de realiteit. In Nederland hebben ze ook de Q-koorts gehad, dus dat is dan weer bij geiten, weer iets anders. Goed, hoe groot is het risico? Om het kort te zeggen, hoe groot is de kans dat er een pandemie ontstaat uit een intensieve veestal in Vlaanderen? Bij ons veel minder dan in vele andere regio's. En het is niet toevallig dat SARS-CoV-2 of de corona waar we nu mee, dat die in Azië gestart is. Het is ook niet toevallig dat de Mexicaanse griep, die we toen Mexicaanse griep noemden, eigenlijk ook in Azië, in diezelfde regio, gestart is. Het MERS-virus, wat ook een coronavirus is dat er voorgekomen is. En die komen allemaal daar in die regio. En wat is nu typisch aan die regio, als het gaat over veehouderij, mensen en dieren, is dat zij nog veel meer ook die kleine, wat wij noemen backyard farming, dus die type veehouderij zoals wij ze 50, 100 jaar geleden. Iedereen had 2 zeugen zitten en een koe. Dat is misschien idyllisch, maar dat is in termen van het controleren van dierziektes is een drama. Wij kunnen in België en in de meeste Europese landen, wij weten behoorlijk exact waar de dieren zitten, hoeveel dat ze er zijn, welke bewegingen ze maken. Het coronavirus bij dieren onder controle houden is veel en veel gemakkelijker dan bij mensen, want die hebben veel meer de neiging om zich niet aan de regels te houden en die willen niet graag zo'n app waar dat iedereen ze kan volgen. Aan dieren hebben we gelukkig geen commissie die dat tegenhoudt en vragen we ook niet of dat ze ermee akkoord zijn. Daarvan weten we waar ze zitten, van waar ze naar waar ze bewegen. Dus dat is denk ik redelijk duidelijk. Een goed georganiseerde, afgebakende veehouderij is de beste garantie om dit soort zoonoses niet te hebben. De intensiteit van contact tussen dieren en mensen is in onze manier van veehouderij veel kleiner. Hoeveel mensen komen er nog binnen in een varkenstal, komen er nog binnen in een pluimveestal, hebben contact met die dieren? Mm-hmm. Gebeurt niet. In Azië, en nog eens, ik wil helemaal niet pejoratief klinken over Azië, want ik kom er zeer graag en ik ben een grote fan van die regio van de wereld. Dus, maar daar is het gewoon anders. Hè. Daar is het contact tussen mensen en dieren veel intensiever. De wet markets, hè, dus die markten waar levende dieren worden verhandeld, allerhande, exotische of niet-exotische. Daar ontstaan die zoonoses met alle gevolgen van die. Maar hoe komt het dan dat in rapporten toch ook naar onze streken wordt gekeken? WHO-rapporten, VN-rapporten wijzen toch altijd... recent nog dacht ik in Nature een artikel, wijzen toch ook altijd naar onze streken. Omwille van intensive industrial farming. Daar gaat het dan over. Ik weet nu niet juist naar welke rapport dat je juist verwijst, maar in ieder geval, ik weet wel dat de recente geschiedenis toont dat het hier niet gebeurt. De Q-koorts is een uitzondering daarop, maar was een typisch voorbeeld van waar het uit de hand is, heel snel onder controle gebracht trouwens, maar is uit de hand gelopen omdat men explosief is beginnen groeien. En dat is met mijn stelling van daarnet, zo in plots ongelooflijk groeien is geen goed idee, om allerlei redenen. Dat was, die geitenbedrijven zijn in een paar jaar tijd van 100 geiten naar 1500 of 2000 of meer geiten op één bedrijf. En dan kreeg je dat soort fenomenen. Maar voor de rest, echt waar, de veiligheid van het voedsel dat wij in Europa produceren is van het hoogste niveau van de wereld. Ik moet mij daarbij niet zeggen dat het perfect is, want er zijn nog veel dingen die beter kunnen. Maar het is van het hoogste niveau van de wereld. En het is in ieder geval veel hoger dan 20 jaar geleden of 50 jaar geleden bij ons. En het is ook veel hoger dan wat men in andere dus delen van de wereld... is. Dus de kans op het uitbreken van een pandemie vanuit die veeteelt. Is er iemand die daar nog een andere mening over heeft of nog iets wil aan toevoegen? Of gaan we over naar de volgende... Ik ben geen specialist. Wie zouden wij zijn dat we Jeroen zouden durven tegenspreken op dit onderwerp? Maar je hebt... natuurlijk, we hebben het er al een beetje over gehad. Vandaar ik zo graag eens willen de volgende stelling erbij halen. Want natuurlijk, je kunt niet over dierengezondheid spreken zonder het ook over dierenwelzijn te hebben. De stelling die door de faculteit Diergeneeskunde naar voren is gebracht is de volgende. Dieren in de extensieve, dus het omgekeerde, de extensieve veehouderij zijn dan gelukkigere dieren. Dus dan spreken we over welzijn. Hè. Wat vindt de kijker daarvan? Zijn dus de dieren in de kleinschaligere veehouderij gelukkiger dan in de intensieve veehouderij? Wel of niet akkoord? Ja, dat zit toch eerder... Dat zit ook redelijk... Een goede blok in het midden, zeg maar. Hè. Het is, maar er zijn toch vrij veel mensen die daarmee akkoord gaan. Laat ons zeggen. Daar heb ik nu eens geen idee. Excuseer? Heel veel mensen zeggen, daar heb ik nu eens geen idee van. Geen idee van, maar jij wel, hè, Stef? Je hebt daar wel een idee. Gewoon een mening op zijn minst. Een mening, zeg eens. Nu, ik denk dat er een aantal aspecten zijn daar. Dus je hebt de component in de stelling gelukkiger. Daarover kunnen we al een paar uur discussiëren, denk ik. Maar een andere keer meer. Maar de connectie die u daarnet maakte, de extensieve veehouderij, die maakte de connectie met kleinschalig. Dat is niet hetzelfde. Hè? Extensief kan ook zeer grootschalig. Denk aan de prairie-toestanden, de ranching, dat is zeer extensief. Maar bij ons in Vlaanderen. Ja, goed. Ja. Maar extensief. Als ik aan extensief denk ik aan dat soort ranching systeem. Want kleinschalig kan zeer intensief zijn. Dus je moet die dingen loskoppelen. Als het over extensief gaat, dan gaat het, denk ik, over weinig inputs met potentieel relatief veel dieren over een vrij groot oppervlakte. Dat vind ik extensief. Maar als het dan gaat over systemen waarbij dat dieren in een ranching systeem lang op zichzelf zijn aangewezen, dan weet ik niet of dat hun fysieke toestand en daarmee hun welzijn per definitie zo geweldig is. Als het gaat over, en dat is hetgeen dat Jos daar straks naar verwees, als het gaat over de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen, wat dat een andere insteek is van dierenwelzijn. Hè. Er zijn verschillende manieren om daarnaar te kijken. Uiteraard gaat daar vermoedelijk een grotere range aan gedragsrepertoire kunnen tentoongespreid worden. Ja. Maar ja, gezondheidstechnisch zou dat wel eens kunnen een andere richting uitwijzen. Maar, ja, zeg maar. Ja, en, allez, het zal misschien verrassen na hetgeen dat ik daarnet gezegd heb, maar wat dat betreft vind ik wel dat... dat voor sommige aspecten onze intensivering doorgeslaan is. Dus bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, een zeug die in een kooi zit voor te bevallen, voor het begin te laten, en die daar dan 4 weken in vast zit en die alleen kan rechtstaan en kan liggen. Nog altijd vind ik dat niet oké. Ik heb het nooit echt oké gevonden. Gewoon als, ja, mensen vergeten dat soms, maar dierenartsen zijn over het algemeen mensen die dieren graag zien. Ondanks het feit dat we werken in een intensieve veehouderij. Maar, dus ik zie dat eigenlijk niet graag. En nog altijd niet. Ik word er niet gewoon aan. Ik begrijp dat dat allerlei technische voordelen heeft. En ik ken ook al die technische voordelen. Dus ik weet dat wel. Het heeft zelf een aantal gezondheidsvoordelen. Maar in termen van welzijn is dat niet helemaal oké. Maar ook daar gebeurt er onderzoek naar om systemen te trachten te ontwikkelen waar dat je die technische voordelen kunt bewaren en die welzijnsnadelen kunt proberen te verminderen. Onder andere wordt aan het ILVO doet men daar veel onderzoek rond, maar op veel plaatsen. Dus daar ben ik wel helemaal voorstander voor. Opnieuw in die innovatie, dat je daar... dat het kind met badwater niet weggooit, dat je niet zegt dat er zijn een aantal dierwelzijnsissues, en die zijn er, denk ik. We moeten dat ook niet negeren, die zijn er gewoon. Maar het is niet omdat ze er zijn dat we dan moeten concluderen, weg met de veehouderij, want nee, volgens mij is het juiste antwoord te zeggen, ja, dan moeten we innoveren, dan moeten we daar oplossingen voor trachten te zoeken. Even, misschien Jos, nog even aan jou, want mensen vragen zich ook af, wat is mentale gezondheid van dieren? Hoe bepalen we dat en bekijken we dat niet te veel vanuit een menselijk sentiment? Dat is een beetje wat jij daarnet al zei. Vroeger was een dier een nutsgegeven. Dus mensen vragen zich af, moeten we welzijn zien als wat we zelf prettig of onprettig vinden? En dieren dienen die dan ook niet gewoon inderdaad om gegeten te worden. Dus dat is... Hoe verder mensen van de natuur afstaan, hoe meer de natuur vermenselijken. En ook dieren. En gaan inderdaad vergelijkingen maken van... ik zou dat niet prettig vinden, dus waarschijnlijk vindt dat dier dat ook niet prettig. Maar ik denk dat het juist verwoord is, dat een stuk natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Een natuurlijke groep, waar je, zoals ze in het wild voorkomen, zeg maar, de groepen niet te groot, en natuurlijk gedrag kunnen vertonen, dat wel heel belangrijk is. Maar zo ziet waarschijnlijk niet iedereen het. We merken heel veel dat mensen gaan vermenselijken. Wij hebben zelf als Natuurpunt heel wat dieren in extensief beheer in onze natuurgebieden. En die laten wij met opzet buiten in de winter. Omdat ze net dan aan hun aspect natuurbeheer het meeste bijdragen. Omdat ze dan... planten eten die wij graag onder controle zien gehouden worden. En dan doen ze dat net, want in het voorjaar en in de zomer plukken ze de lekkere beetjes. En de planten die wij weg willen, die eten ze dan niet. Maar je wil niet weten hoeveel telefoontjes dat we krijgen vanaf dat de eerste sneeuwvlok valt. Terwijl wij wel van mening zijn dat die dieren daar perfect zich gelukkig in kunnen voelen. En je ziet dat ook, die hebben geen kou, want de sneeuw blijft gewoon buiten op de dikke pels liggen. Dus steek je hand er eens onderin en je voelt hoe warm het is. Mm-hmm. Maar mensen gaan dat zien als zijnde van, dat is niet goed, dat is slecht. Ja. Mm-hmm. Joris? Ja, misschien een sprongetje maken naar het beleid en dierwelzijn. Wat opvalt, dierwelzijn is eigenlijk ook een Europees beleid. Dat sinds dat Centraal- en Oost-Europese landen erbij gekomen zijn, dat we eigenlijk nog weinig op Europees niveau... vooruitgang boeken op het vlak van dierwelzijn, omdat de houding en het denken over dierwelzijn in dergelijke landen toch een stuk lager is dan in de meer West-Europese landen. En je ziet dan eigenlijk dat de dierwelzijnsissues worden overgenomen door de retailsector bijvoorbeeld, en dat die allerlei labels beginnen ontwikkelen om eigenlijk tegemoet te komen aan de wensen van de consument. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook op wereldniveau, het is daarnet ook al gezegd, ik heb vroeger nog betrokken geweest bij gesprekken met landen uit Afrika, die ook proberen naar ons bepaalde dingen te exporteren. En die zijn dan razend kwaad en die zeggen, maar wat is het daar? Die verwende westerlingen, wat vinden ze jullie nog allemaal uit? Om ons eigenlijk weg te houden van jullie rijke West-Europese... Dus die bekijken dat, al die normen die wij opleggen, uitvindsels van rijke westerlingen. Dus dat is een heel moeilijk debat. En we zien het zelfs al binnen Oost-Europa. Maar natuurlijk, er zijn hier legitieme vragen, denk ik. Eisen vanuit onze eigen bevolking. En die worden opgepikt door de grootwarenhuizen, denk ik. Mm-hmm. Ja, want er zijn ook mensen... Stef, ik wil ook nog even naar jou komen. De hamvraag voor sommigen is natuurlijk... Is het überhaupt ethisch? Hè? Vandaar dat ik zeg van... Ja, kijk, om dieren op grote schaal samen te zetten, om ze te kweken, om te eten. Hè? Is dat is een vraag die sowieso komt. En moeten we dan eigenlijk niet... meer ook denken aan een landbouw en een voedingspatroon zonder het gebruik van dieren. Er zijn een aantal mensen die pleiten voor veganic landbouw. Dat is bekend natuurlijk. Wat denk je daarover? Een moeilijke, hè. Ik laat mij beginnen door te zeggen dat ik begrijp van waar dat de vraag komt. Mm-hmm. Of misschien moet ik eerder naar Hinder spreken. Maar ik denk dat men niet mag al te snel de stap nemen van een veganistisch voedingspatroon is haalbaar in onze context, naar een veganistische landbouwsysteem op wereldschaal is haalbaar. Dat is een enorme stretch die toch ook niet onbelangrijk is. Om dat een sluitend systeem te maken, maar dat we toch veel meer naar op zoek zijn, is dat geen evident. En dan te antwoorden op de begrijpelijk pinnige vraag, is dat dan ethisch? Daar is geen sluitend antwoord op. En ik krijg die vraag. Ik krijg die zeer vaak, uiteraard. Ik lok die dan ook uit. Ik wil niet over ethiek gaan spreken en dieren zonder die vraag uit te lokken. Maar je zal mij, en ook vanavond niet, betrappen op een antwoord op die vraag. Waarom? Omdat het gewoon afhangt van je basis-ethische standpunten. En ik kan daar mijn idee over zeggen. En dan de helft van de mensen hier zijn al niet mee met mijn basisaannames. Dan stopt het ook. Mm-hmm. Ik denk dat de meerwaarde... en ik denk dat ik dat vorig najaar of vorige zomer net ook in een boek heb mogen schrijven, vertalen. De meerwaarde zit net in je eigen aannames helder krijgen en weten waarom dat je zelf iets verantwoord of onverantwoord vindt. Als consument, zowel als producent. Hè. Om op die manier over het wat en het hoe in gesprek te kunnen gaan in plaats van ervan uit te gaan van er is wel iemand die weet of dat nu ethisch verantwoord is of niet. Mm-hmm. Zo simpel is het helaas. Er is geen zwart-wit antwoord op maar... Het is zelfs niet grijs. Ik denk dat aan hoeveel miljoen kleuren zitten we ondertussen. Er zit heel veel tussen zwart en wit. Ja. Een ander dilemma dat zich ook... Mag ik dat juist zeggen? Ik vind het een zeer interessante discussie omdat ik die ook ieder jaar tracht te voeren met mijn studenten in eerste bachelor. Diergeneeskunde, waar we ook de hele range hebben van boerenzonen en dochters die zeer vaak defensief reageren uit een soort angst van het verdwijnen van hun stiel, laten we maar zeggen, naar mensen die extreem met dieren welzijn begaan zijn. Dus je hebt het hele range en je hebt heel veel extreme. En ik heb een beetje dezelfde mening als Stef, in de zin van daar is geen juist of fout antwoord op. Maar wat ik heel vaak zie, is dat mensen een mening vormen op heel foute argumenten. Hè? Op ideeën over die eigenlijk niet juist zijn. Hè? Over ideeën van grote industriële veehouderij is... of dieren worden permanent mishandeld. Boeren die doen niet liever dan op een dieren slaan. Dat soort concepten die dan gebaseerd zijn op een YouTube-filmpje die je ooit ergens een keer kunt vinden of zo. En dat vind ik dan wel, en dat is misschien ook wel een reden voor dit debat, omdat ik dat wel wil bestrijden. Hè. Dat je uiteindelijk je finale ethische overwegingen maakt, dat is aan ieder gelukkig leven in een land, waar dat iedereen dat zelf mag doen. En evenveel respect voor iedere mening. Maar het is wel goed, you have the right of your own opinion, but not of your own facts. Ja, en dat is goed dat we die feiten even duidelijk zetten en dan mocht je daar je eigen opinie over maken. Ik zou wel willen zeggen, niet evenveel respect voor iedere mening. Ik bedoel, er is misschien geen juiste fout, maar er is wel betere en slechtere meningen in de zin van je kunt heel verschillende meningen hebben, maar sommige meningen zitten gewoon heel slecht in elkaar op basis van slechte onfeiten, slechte argumenten, logische fouten. Ja, en die meningen zijn niet oké. Ik bedoel, er ook qua... Maar maakt het concreet nu? Blijf je een beetje abstract? Ja, maar goed. Ethiek is tot op een zeker niveau ook abstract. Hè, maar als je gewoon logische fouten begint te maken, een genre van, kijk, het is natuurlijk, dus het is goed. Of gewoon dingen van, ja, boeren zijn zus of groot is slecht en klein is per definitie goed. Of vroeger was het beter, nog zo'n mooie. Of een rund dat buiten loopt, is een probleem. Als er feitelijke fouten in uw argument zitten, is uw conclusie per definitie niet oké. En als er logische fouten in uw argumentatie zitten, is uw conclusie ook niet oké. En wat je heel vaak ziet, is dat mensen... En we zijn allemaal mensen, hè, dus als we eerlijk zijn, betrappen we onszelf er allemaal op. Maar heel vaak kom je in een discussie tot de conclusie dat de tegenpartij, of de gesprekspartner in het beste geval, een mening heeft en daar argumenten bij zoekt. Mm-hmm. Terwijl dat wel de bedoeling is dat je argumenten zoekt om een mening te formuleren. En heel vaak, en dat is niet enkel bij studenten zo, is het omgekeerd. En dat is niet oké. Ja, Jeroen? Mag ik daar een vraag of een bedenking bij stellen? Ik ken mensen bijvoorbeeld die kiezen om biologische producten, ook van veehouderij, omwille van dierenwelzijn. En ik hoor andere mensen zeggen, ja, eigenlijk is dierenwelzijn in biologische productiesystemen net minder. Ja, als ik dat dan dat vraag is een van de vragen die ook naar voren komt hier. Aan de specialisten, wat zeggen jullie daarover? Ik kan daarover zeggen dat de literatuur daar zeer over verdeeld over is. Dat je daar verschillende soorten studies over vindt. Je vindt en biologische systemen, daar heb je ook een hele range in. En het hangt ook af van, over welke diersoort dat we hebben. Het verschil tussen een conventionele varkenshouderij en biologische varkenshouderij, dat verschil is groot. Het verschil tussen conventionele rundveehouderij en biologische rundveehouderij, dat verschil is veel minder groot in de manier waarop dat je dieren houdt. Dus in die zin moet je dat al verder gaan uitsplitsen. Maar is er meer welzijn bij een biologisch gekweekt varken? Dat is dan wat zijn kennissen waarschijnlijk denken. Een biologisch gekweekt varken, dat zal dan ook buitenbeloop hebben. Dat goed wordt verzorgd, waar een goede veehouder achter zit. Dus niet te extensief. Het mag wel een beetje intensief zijn om wat in te grijpen hier en daar. Door ze voldoende eten te geven, het juiste eten te geven, af en toe te ontwormen, om maar een paar dingen te zeggen. Daar heeft dat varken ontegensprekelijk meer kans om zijn natuurlijk gedrag, het vroeten, zijn natuurlijk gedrag te tonen. Ik zie dat dus ook liever. Dus dat is, om dat dan te meten in zoveel procent meer welzijn, dat is een zeer lastige om daar een cijfer op te plakken. Ik denk niet dat iemand dat kan. Maar het maakt mij in ieder geval gelukkiger om naar te kijken. Dus en ik kan me goed voorstellen dat dat varken daar ook een gelukkiger leven heeft. Voor consumenten die met gewetensbezwaren zitten, is dat wel een... Ja, we komen straks nog op terug, want vaak denken mensen dan ook dat dat beter is voor het milieu en voor het klimaat. Nee, en daar gaat het heel over. Maar dat is wel voor mij persoonlijk, want dat vind ik een heel belangrijke issue... Voor mij persoonlijk is dat dan een reden om dat niet te doen. Ja. Of voor de voeding en hun eigen gezondheidsaspecten. Hè. Biologisch is gezonder en zo verder. Dat soort aspecten. Dat is heel duidelijk. Daar is literatuur heel duidelijk over. Biologisch is niet gezonder dan conventioneel. Hè. Voor de mens, voor de consument. Ja, voor de consument. Ja. Het is ook niet ongezonder, maar een stuk biefstuk van een biologische rund... of biologisch gekweekte rund of van een conventionele gekweekte rund, in termen van gezondheid, is daar absoluut geen. En dan komt ook de antibiotica ter sprake. Dat is in Europa... Ja, maar dat is echt behoorlijk goed. Als het gaat over smaak, daar kun je het wel over hebben. Het kan lekkerder zijn. Hè? Het kan, want als het meer tijd heeft, langzamer groei, meer vet, intermusculair vet, het kan een stuk lekkerder zijn. Ik vind dat ook belangrijk. Persoonlijk. Ja, maar dat is niet hetzelfde als gezond. Hè? Ja, en dat is vaak... meer gekoppeld met het feit dat het ook over een ander ras gaat, dat trager groeit, dat die dieren wat ouder zijn, eerder dan puur op basis van het productiesysteem. En hoe zit het met antibiotica gebruik nu in Vlaamse stallen? Want daar zijn ook wel vragen over. En natuurlijk, dat is iets waar men ook internationaal zich zorgen over maakt, wereldwijd. Hè, dat die, het aantal doden door microbiële resistentie is bijzonder groot. Ik las ergens 700.000 per jaar, wereldwijd. Maar in Europa is dat dan veel meer teruggedrongen, toch als groeibevorderaar? Ja, dus als groeibevorderaar is het al sinds 2006 volledig verboden in Europa. Dus dat is al lang achter ons. In Noord-Amerika bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, wordt het nog steeds gebruikt. In Azië is men het ook nu aan het uitfaseren. Dus daar lopen wij vooruit. In België, het antibioticumgebruik bij dieren in België is in de laatste 10 jaar met 40% gedaald. We zaten veel te hoog. En we zitten nog altijd hoog, maar het is al veel beter dan 10 jaar geleden. Maar we hebben nog wel een weg te gaan. Dus we zitten nog... Maar we zaten in de kop van Europa in termen van antibioticumgebruik. We zitten nu bijna in de buik van het peloton. En althans, daar moeten we binnenkort gaan landen. Dus het is een heel stuk beter. En dat hebben we gedaan. En dat denk ik is een mooi voorbeeld. Dat hebben we gedaan zonder... dat daar de veehouderij... Er waren twee opties. 10 jaar geleden, om het simpel te zeggen, we willen het antibioticum gebruiken naar beneden. 1 optie is, en dat was een optie die je veel hoorde, we moeten minder veehouderij hebben. En dan zal het antibioticum dalen. De tweede optie, de optie die we voor gekozen hebben, is de optie van we willen een betere veehouderij. Niet minder, maar beter. Zodanig dat het antibioticum, met de bestaande veehouderij, dat het antibioticum gebruikt. En dat is de weg die we bewandelen. Dat is een moeilijkere weg. Maar het is wel een weg, als je, wat Joris daarnet zei, als je duidelijke targets geeft en met een stuk wetgeving begeleid natuurlijk, dat je daar wel kunt kunt maar hoe zit het dan met die resistentie? Nou, die resistentie, in Europa wordt er geschat dat er 35.000 mensen per jaar sterven ten gevolge van resistente bacteriën. Ja. En daarvan, en dat is een hele moeilijke, daar ben ik al ongeveer... 15 jaar onderzoek over aan het doen. Welk deel komt daar nu van uit dieren? Dat is zeer moeilijk in te schatten, maar de best guess is iets tussen de 1 en de 5%. Of misschien iets meer dan 5%. Maar van die 35.000 per jaar, let op, 5% van 35.000, dat is nog altijd een redelijk aantal. Dat zijn er nog 1.500 per jaar. Dus dat is nog altijd voor heel Europa. Maar de veehouderij is niet de grote boosdoener. De veehouderij is zeker en vast niet de grote boosdoener. Het is lang zo geframed geweest. En daardoor is er heel veel onderzoek over gedaan geweest. En in het begin wisten we dat dus niet. Hè. Wij ook niet, ik ook niet. Ik durfde mij daar ook niet over uitspreken. Nu dat we daar 15 jaar verder zijn, dat we heel veel tientallen doctoraten over gemaakt hebben, weten we het veel beter, snappen we het beter. Nog altijd niet perfect uiteraard, maar we snappen het toch al beter. En we kunnen het al veel meer in een bepaalde context zetten. En in die context weten we dat, om het simpel te zeggen, de meerderheid van de problematiek van antibioticumresistentie bij mensen is een gevolg van antibioticumgebruik bij mensen. Wat dat in een biologische redenering ook redelijk logisch is. Als je zelf antibioticum neemt, zal dat meer voor resistentie selecteren dan als je een stuk vlees opeet van een dier dat ooit eens antibioticum gehad heeft. Maar ik wil dat laatste niet goed spreken, maar het is wel, we moeten in zijn juiste context zetten. Ja, we gaan stilaan overgaan naar de volgende stelling. Er was nog één ding, ondertussen wil ik nog één ding vragen, terwijl men de volgende stelling gaat klaarzetten. Maar ja, de vraag is ook voor een stuk van, als je men ziet intensieve veehouderij, met veel dieren bij elkaar, vaak ook als een gevolg van prijszetting, waarbij dat men ook vraagt als het over welzijn enzovoort gaat, ethische discussies, wat is dan de rol van de consument en de burger? Hoeveel moet die willen betalen? Het zou natuurlijk kunnen zijn, misschien moeten we dat even in gedachten houden om daar straks nog op terug te komen, maar dat is iets wat blijft terugkomen, zie ik, in de vragen. Mensen willen altijd ook wel weten wat de rol is. En dat is een beetje wat jij zegt. Mijn vrienden of kennissen willen dan een biologisch kweekdier en daar misschien meer voor betalen. Is dat dan beter? Wat is onze rol als burger? Misschien kunnen we dit nog heel even behandelen en dan de volgende stelling. Ik heb ooit eens een paper geschreven met de titel The Consumer Does Not Exist. Ik geloof niet in de consument. Ik zeg dat graag als er economisten aan tafel zitten. Maar ik geloof niet in de consument als de drijvende kracht in dit verhaal. Als daar gaat het van komen om het allemaal, alle problemen op te lossen. Als het zo simpel was, dan was het al wel opgelost. De bulk, en dan heb ik het echt over de overgrote meerderheid van de mensen, zit niet naar dit debat te luisteren. kent de problematiek niet, wil de problematiek ook niet kennen. Ik zag vorig jaar een wetenschappelijk onderzoek passeren waar je dan aantoonde dat mensen actief informatie vermijden die hen zou kunnen sturen naar het kopen van betere producten. Ze willen het gewoon niet weten. Mm-hmm. En dat is een enorme uitdaging. En ik denk dat we moeten zoeken naar manieren waarop dat we niet zitten wachten tot als de consument het gaat doen om meer te betalen. Ja, Jeroen wil daar graag op inpikken. Ja, wel, als... Ik ben geen specialist consumentenonderzoek, maar als ik mijn collega's binnen de vakgroep daarover raadpleeg, dan is de bereidheid tot betalen voor verschillende externaliteiten, zoals we dat noemen, milieu, dierenwelzijn. Maar het is hier al gezegd deze avond, dan is die wel groter voor dierenwelzijn. En als we gewoon kijken in wat er in de schappen ligt, dan zijn dierenwelzijnslabels wel veel prominenter dan milieulabels. En ik ga ervan uit dat diegenen die die dierenwelzijnslabels ontwikkelen en daar geld in investeren en dat die randvoorwaarden opleggen aan de producenten, daar ook niet voor niets doen. Nee. Dus daar is wel een vraag vanuit niet de consument, maar een groep van een deel van de consumenten. Dus daar is zeker wel een vraag, daar is een gevoeligheid die wel leeft. Dat ontken ik ook niet. Ik zeg alleen, degenen die dat actief willen inzetten om daar ook iets mee te doen aan dat schap staande, is een pak minder groot. Dat gaat over een paar procenten, terwijl dat we 100% van de mensen willen te eten geven. Ik herinner mij de studies 10 jaar geleden, waarbij het OIVO toen, de Consumer Behavior Monitor, ging kijken van wat zijn nu de criteria die mensen gebruiken als ze een voedingsproduct kopen. En prijs, kwaliteit smaak. Ja. Okay. Maar wat duikt wel op? Ja, 2/3, 70% van de mensen, sociale omstandigheden, dierenwelzijn, ethiek. Ja, met hulp. Met name als je een lijstje geeft van wat vindt u van deze criteria, duiken die op. Want er waren exact 0 die er spontaan op kwamen. Mm-hmm. Maar ik denk ook, ik kan het niet echt aantonen met papers en zo verder, maar... van allerlei contacten die ik heb. En bij ons werken er ook heel veel jonge mensen, ook allemaal onderzoekers die allemaal hooggeschoold zijn. Ik vind, en ik persoonlijk, dat ik denk dat dierwelzijn naar de toekomst toe belangrijker en belangrijker gaat worden. En ik voel dat bij heel veel jonge mensen. En het is zoals Jeroen zegt, die labeling en zo verder, die gaat vooral ook over dat dierwelzijn. Veel meer dan over de andere parameters, klimaat en milieu. Dat is veel... onaantastbaar. Je kunt dat niet vastpakken. Mm-hmm. Het dierenwelzijn kun je iets bij voorstellen. Maar we moeten ons ook goed voor ogen houden. We hebben in het verleden ook naar eieren bijvoorbeeld, de vrije uitloop-eieren, en dat weet ik allemaal. En de mensen kopen daar in het schap en die liggen daar nu. Dat is nu standaard geworden. Mm-hmm. Maar we moeten ons ook heel goed bewust zijn dat het gros van de eieren gewoon voor de verwerking is. Hè. Mm-hmm. Dat zijn onzichtbare eieren. Die gaan weg in koekjes en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Die worden met grote schepen aangevoerd uit Brazilië als geheel en die worden verwerkt. Hè. En daar stellen we ons geen enkel vraag over. En misschien moeten we dat straks ook nog vertellen. Het geprocessed voedsel, het onzichtbaar voedsel, wat daarmee gaat gebeuren. Ik denk dat daar op termijn eigenlijk een tweedeling gaat komen. En misschien dat we er ook nog over gaan spreken. Voedsel dat gaat geproduceerd worden via microbiële weg, waar men nu echt volop actief op aan het inzetten is. Dat zal het onzichtbare voedsel zijn. Allemaal het niet gedefinieerd voedsel. Langs de andere kant zullen we onze klassieke dingen, melk, vlees, een biefstuk enzovoort, wel blijven eten. Maar in dat processed food, dat gaat iets helemaal anders worden. En het kweekvlees enzovoort. En het kweekvlees, maar nog meer, denk ik, het microbieel geproduceerd eiwit. Ik vind uw voorbeeld van die standaard vrije uitloop- of scharleieren is eigenlijk een tof voorbeeld. Die in omslag is er, als ik me niet vergis, 2005, 2006 op een half jaar tijd gekomen. Maar niet omwille van een grootschalige omslag in de vraag bij de consumenten. Op 6 maanden tijd hebben alle grote retailers beslist, we gaan ermee stoppen. We gaan dat niet meer doen. En het goedkoopste ei in uw schap, dat tot dan toe een kooi-ei was, is op 6 maanden tijd vervangen door een scharrel-ei en een vrije uitloop-ei. En de mensen kopen nog altijd het goedkoopste ei. Maar het is nu een scharrel-ei. Ik ga moeten overgaan naar de volgende stelling. Of we gaan in tijdsnood komen. We hebben er nog 2. Dus nog 2 keer een kwartier. Dus de volgende. Intensieve veehouderij is beter voor het milieu dan extensieve veehouderij. Dus de vraag was milieu. Ik zie hier eigenlijk klimaat staan. Dat is natuurlijk nog iets anders. Hè. Dus ik zou zeggen, laat ons maar zeggen klimaat. Dus is beter voor het klimaat. Want dat is het punt dat we nog niet aan bod hebben laten komen. Hè. Is de intensieve houderij dus beter voor het klimaat dan de kleinschalige veehouderij? Ja, dat is duidelijk dat mensen het daar mee eens zijn. Dat is, vinden jullie verrassend? Nee, Stef fluisterde daarnet. Het is een intelligent publiek. Dat is zo, want zij zijn studenten van de UGent. Dus, Goed, wie wil daar eerst op ingaan? Misschien om het wat te verduidelijken met wat cijfers. Ik ga ook geregeld spreken over landbouw en klimaat. Ik geef dan altijd de vergelijking tussen hoeveel melk produceren wij in Europa en hoeveel melk produceren wij in India. En dat is ongeveer evenveel, 130 miljard liter. Wij doen dat met 23 miljoen koeien en India doet dat met 122 miljoen koeien. Ik had dat een keer geschreven. Ik heb daar een factcheck op gekregen vanuit de Universiteit van Leiden. En die hebben mij gezegd, ja, dat klopt. Ik moet er alleen bij zeggen dat in India daar ook bizons bij zijn, want die drinken ook... dat soort buffelmelk, dat is eigenlijk bizons buffelmelk. Ja, dat wel. Buffelmelk. Maar die stoten nog meer methaan uit dan... dus om maar te zeggen, wij doen dat hier op een heel intensieve manier. En ja, debat, klimaat, milieu, hè, we gaan het hier nu samen nemen. Maar we moeten toch opletten om dat samen te nemen. Nee, want het is totaal iets anders. Maar we hebben het eigenlijk over klimaat. Hè? Laten we het nu maar over, want de grote uitdaging toch... Ik zag een aantal jaar geleden, in 2006, het illustre rapport van de FAO, Livestock's Long Shadow. Dat staat er op pagina 113, en u kunt het online vinden, maar pagina 113 staat ondertussen een 15 jaar oude tabel, ik weet het wel, waarbij dan men via lifecycle analysis de klimaatimpact, CO2-equivalenten, van veehouderij heeft doorgerekend. En daar komt heel mooi, heel duidelijk uit, dat als je heel de veehouderij neemt, dat van die totale uitstoot 1/3 uit de extensieve komt en 2/3 uit de intensieve en 2/3 uit de extensieve veehouderij komt. Qua CO2-uitstoot. Dus met andere woorden, een stuk meer dan de helft van alle CO2-equivalent van de veehouderij komt uit de extensieve, uit dat type productiesystemen. Niet gecontroleerd, weinig output per eenheid dier of input. Dus het is gewoon empirisch vaststelbaar zo dat intensievere systemen minder klimaat impact hebben. Maar kunnen we dan ineens volgens jullie ook zeggen, en ik kijk dan eens naar iedereen hier, dat intensieve veehouderij de oplossing is? Mee de oplossing voor het klimaatprobleem, Jeroen? Ja, dus, nee, dat zou ik niet zeggen. Dat is wat sommige mensen wel beweren. Ja, maar, dat is wij zullen mee de oplossing. Kijken we naar de productie of naar de consumptiezijde? Dan als we kijken naar de consumptiezijde, gewoon dierlijke producten consumeren, die hebben een veel grotere impact op zowat alles qua milieuaspecten, dus ook op klimaat, dan... plantaardige producten. En om de duurzaamheid te verbeteren, dan consumeren gemiddeld genomen wij Noordwest-Europeanen minstens 2 keer te veel dierlijke producten. Dus we zouden eigenlijk beter minder consumeren. Moeten we dan ook minder produceren? Ja, dat is een moeilijke vraag. We zouden kunnen zeggen, we kunnen nog altijd produceren en exporteren naar andere regio's waar ze minder efficiënt produceren. Maar goed, dat is een moeilijke vraag, omdat je dat... Bekijk je dat in een attributionele of een consequentiële lifecycle assessment. Dus als wij hier maar blijven produceren en dus de prijzen voldoende laag houden, dan zal er nog voldoende geconsumeerd worden. En dan stimuleren we eigenlijk wel een minder duurzaam systeem dan een overschakeling naar een meer plantaardige consumptie, waarbij dat dierlijke producten duurder worden. Ja. Dus zomaar zeggen, intensieve veehouderij is beter voor het klimaat. Dat vind ik ook een beetje te kort door de bocht. Dan de extensieve. Dan. Ja. Maar dus niettemin, ook al hebben wij veel intensieve landbouw in Vlaanderen, en doet die het per saldo, kan ik al zeggen, per dier, beter. Kilogram product. Ja, per liter. Ja, voilà. Maar goed, dan blijft niettemin de klimaatuitdaging gigantisch. Hè? Ook voor de landbouw. Hè? Dat is een van de sectoren die zal moeten afbouwen. Ik kijk even naar Jos. Ja, veel experts zijn er over eens dat dat zonder een afbouw van de veestapel niet zal lukken. Ja, en met de situatie waar we vandaag zitten, als ik nu even vanuit Natuurpunt oog bekijk, dan zitten we met veel te hoge milieudruk rond onze natuurgebieden. En op korte termijn kan je dat alleen maar oplossen door in die omgeving veel minder intensieve... Ja, maar dat is natuurlijk. Maar als we naar klimaat kijken, dus de CO2-equivalenten naar beneden halen. Ja, inderdaad. En de technologische oplossingen die zijn ook niet dusdanig dat we op dat vlak nog veel grote stappen vooruit aan het zetten zijn vandaag de dag. Dus als je dan echt wil verminderen, dan moet je toch gaan minderen in aantal dieren. Mm-hmm. Maar daar ben ik het dus niet mee eens, om de eenvoudige reden dat ik niet denk dat een kilo CO2 of een ton CO2 die we in België produceren schadelijker is dan één die wij in China produceren, of andersom. Dus als we nu zeggen van kijk, we moeten de veehouderij hier afbouwen omwille van klimaatredenen, vind ik dat geen goed argument, want als we dat doen en er verandert niets aan de internationale vraag, dan alles wat we hier afbouwen wordt ergens anders opgebouwd en bijna per definitie minder efficiënt. Om de eenvoudige reden dat wij gewoon de efficiëntste productie ter wereld hebben ongeveer. Dus als je dat hier afbouwt en je gaat het in China opbouwen of in Brazilië, het is mij om het even waar, dan hebben we helemaal voor het klimaat hebben we niets gewonnen. We hebben veel window dressing gedaan, we hebben onszelf een rad voor het oog gedraaid, maar we hebben eigenlijk niets fundamenteel gerealiseerd. Dus ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. Intensieve veehouderij is niet de oplossing, maar binnen een bestaand volume van productie, van consumptie, daar dat volume produceren op een intensieve manier is beter voor het milieu dan voor het klimaat dan diezelfde hoeveelheid produceren op een extensieve manier. Je moet er wel bij zeggen, want de discussie in Vlaanderen is een anders dan de werelddiscussie. Je kunt niet in de hele wereld intensief produceren. Hè. Als je in de steppen in Mongolië, daar kun je alleen maar extensief produceren. Dus het is niet zomaar simpelweg dat je kunt zeggen, we gaan dan een keer herorganiseren en we gaan dan een keer allemaal intensief maken. Zo eenvoudig is het niet, maar het is wel. Moest je nu zeggen van kijk, we komen tot akkoord dat we in België een bepaalde hoeveelheid liters melk, kilo's varkensvlees, kilo's rundvlees produceren. Laten we dat nu een keer doen op de meest efficiënte manier. Ja, dan ben ik duidelijk voorstander voor een duurzame intensifiering. Het intensifieren van die productie op een duurzame manier. En wat mij betreft mag daar dan een duurzaamheidslabel op komen, waar dat de CO2-afdruk en een bepaalde dierenwelzijnscriteria. Want het is echt een multifactorieel vraagstuk. Hè? Het gaat over dierwelzijn, het gaat over gezondheid, het gaat over klimaat, het gaat over het milieu. Want er bestaan allerlei technieken, de economisten weten dat goed, om al die multifactoriële dingen met elkaar, met gewichten, samen te gieten en daar dan... Maar ze werken ook niet allemaal mooi samen, hè? Nee. Het is een kwestie van evenwicht. Hè? Maar je mag niet in hokjes, nog heel even, ik ga jou direct doorgeven, maar als je ziet natuurlijk, je zegt, wij kunnen het hier veel efficiënter, dus als wij het niet doen, zullen ze het dan elders doen. Dat is een veel gehoord argument. Je zou het ook natuurlijk anders kunnen stellen. De vraag kan ook zijn, moeten we dan niet beter onze know-how uitvoeren? Gezien ook, want we kunnen het niet los van elkaar zien, de grote milieudruk die hier ook zit in een dichtbevolkt land. Want het inderdaad kan zijn dat wij het veel efficiënter doen, maar moeten we het dan ook hier doen? Nee, maar dat is een heel goed punt. Dat moeten we ook doen. En ik denk dat we dat ook doen als je... in Azië reist, dan staat het vol met Europese bedrijven in de veehouderij die daar hun know-how van veevoeding en allerhande expertise daar aan het... Maar dat moeten we ook doen voor een stuk. En dat doen we trouwens ook. Maar ik denk in dit debat, ik volg het volledig. En ik verschiet een beetje dat de milieubewegingen heel sterk op de rundveesector nu spelen om die af te bouwen naar klimaat toe. Maar klimaat, dat is een wereldprobleem. Mij zou het veel logischer zijn. Hè. in de buurt van natuurgebieden, ben ik volledig mee akkoord. Stikstofproblematiek, dat is ons lokaal probleem. Dat is een milieuprobleem. Daar moet naar gekeken worden. Maar dat zit overal in Vlaanderen. Hè? Ja, dat zit overal in... 2000 gebieden. Ja, dat zit overal in Vlaanderen. Ja. Maar daar kun je, als je daar iets doet, dan gaat je echt oplossingsgericht iets doen. En dan anders... Ja, dat... Maar hoe match je die twee dingen? Milieu en klimaat zitten hier wel voor een stuk in tegenspraak. Hè? Wat je zegt inderdaad, we kunnen het hier efficiënter naar CO2 doen. Maar als het over milieu gaat, zitten we hier met een enorme druk. Hoe gaan we die twee ideeën... Wie wil daar nog iets over zeggen? Ja, ik wou toch nog eens... want ik ben het eigenlijk niet helemaal eens met wat Jeroen zegt. Ja, het is niet zo dat... Allee, die vraag is er, dus die zal wel ergens geproduceerd worden. Dus de vraag die wordt gedreven door de prijs. Dus hoe meer dat wij produceren, hoe lager die prijs. En dus hoe meer dat er geconsumeerd wordt. Dat is één punt. En een ander punt is, ja, het is een globaal probleem, maar allee, het is heel moeilijk om het politiek aan te pakken. En wat er in Parijs gebeurd is, is allee, op internationaal politiek vlak een hele grote stap vooruit. En daar is afgesproken, goed, elk land is verantwoordelijk voor zijn doelstelling. Dus dat is een politiek akkoord, dus daar kun je voor of tegen zijn, maar dat is nu een akkoord. Dat moeten we nu invullen. Dus België heeft doelstellingen gekregen, dus wij moeten daar zelf invulling aan geven. En dan moeten we ons wel de vraag stellen, die uitstoot die we nog toebedeeld gekregen hebben voor de komende 10, 20, 30 jaar, hoe gaan we die invullen? Gaan we die invullen met veeteelt, met staalproductie of met iets anders? En dan, ja, ik ga daar geen uitspraak over doen, dat het nu zo voor de hand liggende is dat we dat met veeteelt moeten doen. Nee. Maar dan vind ik, als ik mijn verhaal van ArcelorMittal... de fabriek in Gent stoot 9,5 miljoen ton CO2 uit. De ganse Vlaamse landbouw 7,5 miljoen ton CO2. En dat is dan een heel moeilijke keuze. Hè. Wat gaan we doen? Maar ik hoor niemand zeggen, hè, we gaan die staalproductie verminderen, maar ik hoor veel mensen zeggen, we gaan die veesector verminderen. Ik vind dat heel raar, dat de veesector dan de enige is waar dat je zegt van de productie moet verminderen. En we gaan niet, zoals Jeroen zegt, we gaan niet proberen op andere manieren... De reden is inderdaad, voor een stuk wordt dat argument ook gebruikt omdat de toegevoegde waarde van die veeteelt, zeker als je kijkt naar de exportwaarde daarvan, voor zover dat we het ook grotendeels exporteren, relatief laag is. Van de agro-industrie op zijn geheel staat voor ongeveer 11% van onze export, wat veel is, maar de veeteelt daarvan is minder dan 1%. Dus de vleesproductie is minder dan 1%. Van de export? Ja. Dat is, ik heb het daarnet nog eens opgezocht op de food-economie. Dat zou ik nog heel sterk betwijfelen. Ja, en van de, toch wel. En zuivel en melk zit ook nog eens op 1%. Ja, dat zijn de cijfers. Ik heb ze bij Stadbel nog eens opgezocht. Dan moeten we dan samen nog eens maar daarvan wordt dan ook gezegd... Ik had er onlangs ook nog over met een econoom die zei... Bovendien zit de toegevoegde waarde daarvan voor een stuk bij de veevoederproducenten. Dus ook niet eens lokaal hier. Dus de vraag is soms, als je moet beginnen afwegen... Ja. Veevoederproducenten in België zijn relatief lokaal. Dat zijn ook vaak nog gewoon KMO's of nee, maar het gaat er soms over wat is... hoe leg je dingen in de weeg? Ik vind op zich een goede voorzet. Hè. Nu, iedere statement dat begint met is X of Y de oplossing, is per definitie het antwoord nee. Ja, er is niet de oplossing. Maar ik denk dat we ook gewoon ons heel erg moeten realiseren, en dat is zowel in Vlaanderen, in België, Europa als wereldwijd, een punt dat we niet mogen vergeten. Er zullen ook van de veehouderij, van de landbouw, inspanningen nodig zijn om klimaatproblematiek te keren. Maar laten we eerlijk zijn, als we de landbouw, dan heb ik het niet eens over de intensieve veehouderij, dan heb ik het niet over de veehouderij, dan heb ik het over de landbouw. Als we die gewoon integraal wegvagen, hebben we nog altijd een klimaatprobleem. Het is een probleem van fossiele brandstoffen. Het is een CO2-probleem, waar dat de voedselproductie, de veehouderij aan bijdragen. Maar de absolute grote meerderheid van de uitstoot komt uit andere sectoren. En daar moeten we ook durven over spreken. Ook. We moeten durven erkennen dat iedere Vlaamse, Belgische burger een serieuze inspanning gaat moeten doen. Dat we gaan dringend moeten stoppen met zoveel met de fossiele auto te rijden. En dat we iets gaan moeten doen met de manier waarop dat we huizen verwarmen. En de industrie. Dat zijn de sectoren. We moeten aan die fossiele brandstoffen echt drastisch gaan ingrijpen de volgende decennia. En ook in de landbouw een inspanning doen. Ja, maar natuurlijk, even naar Jos, natuurlijk iedereen moet... het gaat nu over landbouw. Landbouw moet ook een kolossale inspanning doen. En de vraag is dan ook, Jos had het er al even over, is het verminderen van de veestapel, is dat een taboe? In Nederland hebben ze al beslist dat het zal gebeuren. Hè? We zijn toch een beetje gelijkaardig op dat vlak. Is dat hier taboe? Ik begin bij jou. Moet dat? Is dat iets wat zal moeten? Ja, wat de natuurbeweging betreft is dat zeker geen taboe. Nee. Ik denk op korte termijn dat wij daar wel iets in zien. Zeker omwille van onder andere de stikstofproblematiek. Maar je kan daar evengoed het aspect... de schaalvergroting kan daar zelfs een positieve rol in spelen. Hè. Dus de leeftijd van onze landbouwers zit daar misschien wel als een opportuniteit. Landbouwers zijn doorgaans vrij oud. Je kan inefficiënte, wat oudere bedrijven... als je daar een tijdspad neemt van 5 jaar of 10 jaar, dan moet je daar zelfs niet heel veel op ingrijpen. Je moet daar wel een strategie voor toepassen. En je kan kleine bedrijven die op de verkeerde plek liggen laten sluiten en die vervangen door meer efficiënte bedrijven op een betere plaats. Dat kan al een serieus verschil maken. Wie wil daar nog iets... Ik denk dat dat eigenlijk al voor stukken gebeurt. Hè, want in het kader van het pasverhaal, het stikstofverhaal, hebben we de landbouwbedrijven in rood, oranje en groen geclasseerd. De rode bedrijven die moeten stoppen. Hè. En die worden door de VLM uitbetaald. Dat zijn er niet zoveel, misschien te weinig. En we zullen zien, de ministers zijn bezig met een nieuw pasverhaal. Het zal misschien meer worden. Maar dat was een verschil met Nederland. Hè. Dat is de reden waarom wij misschien nog niet, zoals Nederland, op slot zijn gezet. Omdat wij wel in de buurt van natuurgebieden al een x-aantal rode bedrijven hadden. In der tijd hebben ze nog gaan betogen in de Ronde van Vlaanderen en zo verder. Daar wordt aan gewerkt. Misschien onvoldoende, ik ga er mij nu niet over uitspreken. Het is complexer dan dat, want onze drempels om te mogen uitstoten liggen veel hoger dan in Nederland. Maar wij hadden wel een stuk afbouw. Hè. En langs de andere kant heb je die 1000 landbouwbedrijven die elk jaar stoppen. En plus, het aantal runderen gaat naar beneden, het aantal varkens naar beneden. Pluimvee is enorm gestegen. Warme sanering, dat is politiek vooralsnog een taboe, ook bij veel landbouwers, maar zien jullie daar iets in? De vraag is eigenlijk of dat je geld moet steken in desinvestering. En ik zeg het, er stoppen elk jaar 1000 landbouwers. Gaan we die allemaal geld geven? Want vaak is het dan zo, landbouwers die al gingen stoppen, die krijgen we dan nog wat extra geld. Of steken we ons geld meer in kwaliteitsvollere landbouw? Landbouw die probeert... En ik zeg niet, in sommige gebieden echt heel dicht bij... Daar zal de vergunning die afloopt niet leiden tot een nieuwe vergunning. Maar dat is eigenlijk geld geven voor desinvesteringen. Ik geef liever altijd geld in innovatie en investeringen. Dat is mijn persoonlijke mening. Dat is nu niet echt op iets gesteund, maar dat is een persoonlijke mening. Jeroen, wat wil jij nog zeggen? Ja, wat mij betreft is het absoluut geen taboe, maar het zou ook geen dogma mogen zijn. Het doel zou niet moeten zijn om de veestapel af te bouwen. Het doel moet zijn om de normen te realiseren. Maar expertenpanels destijds onder minister Koen van de Heuvel samengesteld, onder andere met, ik weet niet wie juist, maar zeker ook onder leiding van iemand van de KU Leuven was dat. Die hebben toch vastgesteld, dacht ik, dat ongeveer naar 30% zou moeten gaan, die afbouw. Ja. Om de de klimaatdoelen te kunnen halen. Ja. De warme sanering... die hebben we al een keer gehad, hè. In 2000, 2001, 2002. Toen was er een nutriëntenhalte ingevoerd. Dat was een soort productiebeperking op het aantal dieren. En dan heeft men inderdaad Vlaamse overheid geld gestoken om een aantal dierenrechten uit te kopen. Die nutriëntenhalte is veranderd in een nutriëntenemissierecht, zo noemt dat nu. Eigenlijk is dat een productierecht op het houden van dieren. Dus in zekere zin... is er een Vlaams beleidsinstrument om het aantal dieren te beperken, maar dan heeft men in 2006, denk ik, de mogelijkheid gegeven om die nutriëntenemissierechten te laten stijgen, mits mestverwerking. En het instrument om het aantal dieren te beperken is totaal uitgehold. Zo bekijk ik het toch. En nu zijn er meer rechten dan dat er een aantal dieren zijn. Ja, dus ik vind dat het geen taboe moet zijn om het aantal dieren te beperken of het aantal dieren te moeten of te verminderen. Maar om daar nu nog eens een warme sanering te organiseren, dan denk ik dat de afgelopen 20 jaar de Vlaamse overheid wel een aantal kansen gemist heeft om dat toch al te doen. Ja. En dus Joris zegt wel dat het aantal dieren niet echt stijgt. Hè? Dus het aantal runderen daalt, ja, maar het aantal melkkoeien stijgt en het aantal vleesveekoeien daalt. Maar de milieu-impact van een melkkoe is een stuk groter dan die van een van een zoogkoe. Dus de milieu-impact, de basisproductie van emissies, die is eigenlijk wel gestegen over de afgelopen jaar. Terwijl dat we niet de waterkwaliteitsdoelstelling halen, terwijl dat we niet de Natura 2000 richtlijnen gaan halen. Dus die rode en oranje en groene brieven, hè, dat was misschien wel goed bedoeld, maar David de Puy, die nu bij ILVO werkt, maar die bij Universiteit Gent in mijn onderzoeksgroep een doctoraat daarover gemaakt heeft, die heeft duidelijk becijferd dat we met de huidige inspanningen er niet gaan komen. Ja. Dat brengt ons, want we gaan dan naar de laatste stelling moeten gaan. Dat is een beetje een concluderende. Ik zou die graag dan op het scherm meegeven. Voilà, de toekomst van de veehouderij is extensief en kleinschalig. Dat is een stelling die door de faculteit is vooropgesteld. Misschien ook iets wat... Dat zijn niet onze stellingen. Ah, ja. Dus gewoon om het debat te animeren. Nee. Iets wat provocerend. Niet noodzakelijk de mening van om eens te horen wat de mensen thuis daarvan vinden. Dus is het dan, zit de toekomst dan inderdaad in kleinschaligheid of in extensieve landbouw? Wetende ook wel, meenemend wat we het hier al gehad hebben over milieu en klimaat. Niet akkoord, duidelijk. Hè? De kijkers thuis zijn het daar niet mee eens. Wie wil daar eerst nog iets over zeggen? Jeroen? Ja, ik denk dat we het er al veel over gehad hebben. En inderdaad, dat die intensieve veehouderij dat die een hele reeks voordelen heeft. Dus dat het helemaal naar het extensieve en kleinschalige laten gaan, is denk ik geen goed idee. Ik zou het dus ook niet akkoord geantwoord hebben. Desalniettemin is er ook wel een plek voor een nicheproductie die wel extensiever kan zijn. Het milieubeheer met dieren bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van. Dus er zijn allerlei redenen waarom dat je wel ook een stuk kleinschalige productie en extensieve productie kunt houden. Dus misschien kunnen twee dingen een beetje naast elkaar leven. Nu ik toch het woord had, wou ik nog net iets zeggen over... Daarnet over het feit dat wij het niet met elkaar eens waren, wat wel leuk is, want dat is goed voor het debat natuurlijk. Iets wat er nog niet aan bod gekomen is, en ik wou daarnet zeggen, maar het is dan weer uit mijn hoofd gegaan, is de reden waarom dat we niet eens zijn, is inderdaad de vraag aan aanbod. En daar denk ik dat we wel iets moeten doen. Het verhaal van de Lidl van vorige week was het nog maar net in het nieuws, die opnieuw stunt met kippen van, ik weet dan niet meer, 2,42. Mensen hebben het hier ook over 1 en 1 gratis en dat soort dingen. Ja. Dat vind ik nu echt eens aberrant. Dus ik vind dat aberrant. Ik vind dat ook onethisch, alhoewel dat ik niet genoeg ethisch belegd ben om dat helemaal te beargumenteren. Maar in mijn ethische beleving is dat echt niet oké. Dus ik geloof ook niet dat de consument zo te bespelen is. Maar de retailers wel, want die zijn mij niet veel. Als je er 10 hebt in België, dan heb je ze ongeveer allemaal gehad. Dan heb je waarschijnlijk 90 of 95% van alles dat verkocht wordt. Dus als je die zover kunt krijgen, en dus noods met wetgeving, kan wat mij betreft helemaal niet zo moeilijk zijn om te zeggen, er zijn grenzen in hoe dat je omgaat met voeding in het algemeen. Dat gaat ook over plantaardige producten wat mij betreft. Over hoe dat je dat niet mocht banaliseren. Dat vind ik wel dat we in onze maatschappij dat eigenlijk wat kunnen doen. Hè? Dat we dat kunnen zeggen van kijk, er zijn grenzen aan dat je niet onder de prijs mocht, onder productieprijzen, die je kunt eenvoudigweg beredeneren wat dat een normale productieprijs voor een kilo varkensvlees of een kilo kippenvlees of een kilogram bloemkool à la limiet. En dat je dan zegt, je gaat daar niet onder. Hè? Want dat is gewoon nefast voor het systeem. Het banaliseert ook het product. Hè. Het banaliseren van het product is volgens mij ook zeer nefast over de manier waarop dat je erover nadenkt. Dus, en als je dat niet zou doen, dus als je niet die blijvende prijsspiraal naar beneden hebt, dan heb je misschien ook die oneenigheid niet meer zo tussen ons twee stellingen, denk ik. Ja. Jeroen, wil je daar nog iets aan toevoegen? Ja, ik denk dat het niet zo eenvoudig is om dat te reguleren. Dus om te zeggen, ja, tegen Lidl... ja, nu is de minimumprijs van het vlees in het schap moet zo hoog zijn, want ja, u argumenteert, ze verkopen onder de kostprijs. Maar hoe bepaal je die kostprijs? In ieder geval als je de prijs van het dier, dus het vlees, vooraleer dat het verwerkt wordt, ja, dan zit Lidl daar nog altijd ruim boven. Ja, maar Lidl heeft in zijn antwoord gezegd dat ze het prijsverschil hebben opgevangen met hun marketingbudget. Dus daaruit veronderstel ik, dus ze hebben het aangekocht voor €100.000 en ze verkopen het voor €90.000 en ze hebben €10.000 uit het marketingbudget gehaald om dat te kunnen doen, om daarmee te stunten. Eerder dan het en dat vind ik echt niet oké. Ik vind dat je dat perfect kunt als maatschappij kunt zeggen, dit hoeven we niet te tolereren. Ik bedoel, in andere sectoren doen we het wel. Ik bedoel, ik blijf het vanuit een ethisch oogpunt heel erg raar vinden dat we voeding... Het wordt niet fundamenteler dan dat in de maatschappij, hè? Voeding. Op dezelfde manier aan het behandelen zijn als gsm's. We hebben allemaal zo'n ding in onze broekzak zitten waarschijnlijk, maar we kunnen echt wel zonder. En we vinden het prijsreguleren voor brandstoffen, dat is de normaalste zaak van de wereld. Ik kijk weinig tv, doen ze nog altijd zo op nieuws als de naft stijgt en daalt in de prijs. Maar er zijn maximumprijzen. Er zijn wettelijke minimale voorraden olie die we per land als Europees vastgelegd moeten hebben. Voeding niet nodig. Nee, bedoel, we zijn verhongerd voordat onze auto stilvalt. Hoe gek is het geworden? Maar en zit daar, want dat vragen mensen zich ook af, zit daar voor een stuk een deel ook van de oplossing? Want dan zit je ook alweer bij dat verdienmodel van die boer. Ik ga dat naar jou, Jos. Zit daar voor een stuk een oplossing dat een beter verdienmodel automatisch ook leidt tot... mensen hoeven geen... Iemand zegt hier, dan kun je het met 70 koeien misschien doen. Heb je er geen 400 nodig? Of heb je geen 400.000 kippen nodig? Is dat... Ik ga eerst even, Jos, en dan kom ik bij Joris. Ja. Ik zou op dat vlak eigenlijk ook wel willen zeggen van misschien moeten we het eens terug back to the basics... Van waar komen we? Van waar komt... Europa speelt een hele belangrijke rol op het landbouwbeleid. Van waar komt dat landbouwbeleid? De oorspronkelijke idee daarachter was nooit meer honger. Laten we al daar eens terug naar gaan kijken. En wat we vandaag de dag doen, eens tegen dat licht houden. Wat schiet er dan nog van over? Hè? En wordt het dan inderdaad niet tijd dat we eens heel grondig opnieuw het Europees beleid, wat toch wel krachtig is, omdat daar zoveel middelen nog steeds in zitten, we kunnen daar veel mee doen. En we kunnen daar veel van die uitwassen, als ik het zo mag noemen, ook wel mee aanpakken. Maar dat denk ik dat zoveel jaar na het oprichten van Europa en dat basisidee, dat we echt wel eens terug naar die basis mogen kijken. En je bedoelt dan... zelfvoorzienigheid, genoeg te eten hebben, maar ook niet... Wat bedoel je met uitwassen? Te veel produceren voor... Wel, het is voor een stuk een prijsspel geworden. Hè? Landbouw is echt een... ergens wordt het als een economisch gegeven bekeken, maar het is een basisproduct. Ik ben het daar volledig mee eens, dat je landbouw en voedsel eigenlijk, dat je voedsel niet op dezelfde manier mag bekijken als een ander consumptiegoed dat minder essentieel is. Joris, je zegt al heel veel ja. Zoveel jaar geleden was het zo. Hè. Dan heeft Europa de prijzen gereguleerd. Hè. Dat waren de landbouwprijzen, die werden elk jaar door de ministers vastgesteld. Maar iedereen vond dat een heel slecht systeem, want dat systeem dat botste ook tegen zijn grenzen. We zijn dan heel veel melk gaan beginnen produceren. Hè. Dan waren er boterbergen, melkmeren... en zo verder. En dat is ook door het feit dat je met heel veel individuele spelers zit die allemaal niks invloed hebben op de markt. En wat is een typisch voorbeeld van landbouw? Dat is wanneer dat de prijzen hoog zijn, en dan gaan de landbouwers meer produceren, want dan is het interessant. Maar als de prijzen laag zijn, wat doen de landbouwers dan? Omdat ze geen enkele impact hebben op de markt. Ze gaan hun eigen micro-economisch bedrijf op punt proberen. Ze gaan ook meer produceren. Dat is de varkenscyclus eigenlijk. Ja, en daar is dan dus ook uit het Europees landbouwbeleid eigenlijk heel de tijd tegen aangebotst. In het begin was dat een fantastisch systeem in de jaren 60, toen we het tekort hadden. Maar we hebben direct veel gehad, hè, want iedereen is meer beginnen produceren. We moesten dat dan uitvoeren. We zijn dat beginnen dumpen op de wereldmarkt. Iedereen boos. En we hebben dat systeem afgeschaft. We hebben zeggen, we moeten de landbouwers ook meer die marktprikkels laten voelen. Dus ja... maar als je, waarschijnlijk een beetje de beide, van beide. En ik volg Jeroen wel. Hè. Ik zou dat ook graag hebben. In Frankrijk heeft Macron dat geprobeerd. Hè, de kostprijs proberen te verrekenen. Maar dan, als je dat dan doet alleen voor Frankrijk en dan nog regio's in Frankrijk, want de kostprijs in Frankrijk is niet in elke regio dezelfde. Maar dan waren de Grieken boos, want die zeiden ja, onze kostprijs, dat is helemaal een andere kostprijs. De lonen liggen bij ons veel lager. Dat is niet gemakkelijk. Dus dat is, het is zoals Jeroen zei, de andere Jeroen zei, dat is heel, heel moeilijk om te zeggen, wat is nu de kostprijs? Hoe ga je zoiets reguleren? En sommige mensen zeggen ook, ja, landbouwers zijn ondernemers en moeten ook maar aanvaarden dat ze op een internationale markt werken. Zie ik hier als een van de we hebben ons natuurlijk ingeschaakt in die wereldmarkt, hè, in de Wereldhandelsorganisatie. En dan mag je niet meer zo prijzen ondersteunen. Dat mag niet meer. Hè. Jeroen en Stef. Maar ik ben ook akkoord dat landbouw iets anders is dan een ander. Ik vind dat je toch, als je die combinatie, want wat men in het verleden gedaan heeft met de boterberg en de melkplas en zo, is inderdaad ondersteunen op allerlei manieren, maar anderzijds geen beperkingen aan productie en geen emissienormen en dergelijke. Maar als je nu die twee kunt combineren, je kunt zeggen van kijk, we trachten die spiraal naar beneden wat de prijs tegen te houden op een of andere manier. En tegelijkertijd zijn we streng, en daarin ben ik echt een voorstander om echt streng te zijn. En mensen die mij kennen en mijn beleid rond, of mijn ideeën rond antibioticumgebruik, die weten dat wel, dat ik echt wel ambitieus ben daarin. In hoe laag of hoe hoog dat we de lat mogen leggen, maar ook naar emissie, naar uitstoot. Als we die twee kunnen combineren en zeggen van kijk, we leggen de lat hoog, wat emissie betreft, wat de CO2-uitstoot legt. Maar tegelijkertijd garanderen we ook een zekere... Ja, dan gaat je niet terug die uitwas hebben. Een zekere minimumprijs. Is dat wat jij bedoelt met duurzame intensificatie? Dat lijkt me een vreemd woord. Ja. Ja. Dat is exact wat ik bedoel met duurzame intensificatie. En dat is iets die eigenlijk in de ogen van velen waarschijnlijk als een contradictie klinkt. Hè, maar het is helemaal geen contradictie. Het is het intensifieren van je productie. Ja. Maar met in ogenschouw van heel wat duurzaamheidsparameters. Dus niet intensifieren met als doel gewoon meer te produceren, maar intensifieren met als doel om beter te produceren. En dan, daarmee kunnen we denk ik nog een heel stuk vooruit. Ik denk dat het is net na 9 uur, dus ik vrees dat we moeten stoppen. Ik denk dat het ook een mooie conclusie is dat iemand zegt, dat woord is echt een gedrocht. Anders hebben we hier, wat mij betreft, toch een interessant nieuw begrip misschien in de ether gegooid. Ik onthoud vooral dat het, zoals we op voorhand al dachten, het is niet eenvoudig. Hè? En je kunt hier nog een hele nacht doordiscussiëren. We geraken daar sowieso niet uit. Maar het is heel duidelijk dat dingen niet altijd zo zwart-wit zijn. Hè? En dat inderdaad intensief niet altijd slechter is. En dat dierenwelzijn en dierengezondheid en die dingen zitten vaak haaks op elkaar. Zeker ook milieu en klimaat. En dat gaat, denk ik, en dat, daar zijn jullie het wel over eens, denk ik, in Vlaanderen, het kleine Vlaanderen dat wij zijn, een grote uitdaging blijven. Goed, het was super interessant om al een aantal meningen te zien passeren. Dus ja, ik zou zeggen, de kijkers thuis, bedankt om zo talrijk. Meer dan 450 mensen hebben actief ook meegedaan. Bedankt om zo talrijk mee te volgen. En bedankt ook aan het panel om hier vanavond aanwezig te zijn. Dank u wel. Bedankt ook aan de moderator.